Welkom, beste luisteraars, bij weer een nieuwe Kleine Boodschap. Ja, welkom bij de podcast over alles Efteling. Met Tim Hintzen en Paul Spangers. Hé hey Tim, ik heb de fles grobbeleren in de tas zitten, Waarom dat? Ja, ik heb hem misschien nodig vandaag. Nou ja, ik vind hem nogal wat overdag dag drinken. Volgens mij heb ik hem nodig, want we gaan vandaag uitgebreid hebben over onderhoud in de Efteling. Ja, we maken er eigenlijk één lang onderhoudsblokje van, hè? Ja. Dus de, de schrobberij kan daar, ik denk ik, op tafel. Maar er is wel een reden, Tim, dat we het daar vandaag over in hebben. Ja, zeker. Want normaal gesproken doen we natuurlijk een, een aardige poging om het over onderhoud te hebben. in onze nieuwsafleveringen. We hebben zelfs ooit, volgens mij, een aflevering gemaakt. waarin we een poging deden om uit te leggen. <laughs> wat het nou is: onderhoud en onderhoud in de Efteling. Aflevering 31 was dat volgens mij. Toen waren we nog podcastbroekies. Uh, maar ja, we doen iedere keer maar een, een beetje een poging. En we doen net alsof we overal uh, verstand van, uh, van hebben. Daar ben ik uh, erg goed in, al zeg het zelf. <laughs> maar we gaan vandaag uh, eindelijk om tafel met iemand die er echt wat van weet. Ja, iemand ook uh, van de Efteling zelf. Hein Omen, welkom. Een kleine boodschap. Ja, uh, dankjewel. Ja, jij bent asset manager en uh, je hebt een mooi pad ook belopen binnen de Efteling. En daar willen we willen graag van weten hoe dat allemaal in elkaar steekt. Maar waar we dus vandaag heel veel over gaan hebben, want thuis waar jij ook veel mee bezig gaat, is het onderhoud binnen de Eftelingen. Ja, dat klopt. Ik uh, ben veel bezig met onderhoud. Dus uh, kom maar op met die fresse uh, schobbeler. Nou, die is dan vooral van voor mij. Want ik moet denk ik heel veel gaan luisteren. Terwijl Tim heel <laughs> veel intelligente vragen stelt. Want hij weet dat toch net iets meer van mij. Ook al doet hij vaak net alsof. Maar uh, ik ben heel benieuwd wat, uh, wat we vandaag allemaal gaan leren. Ja, maar laten we bij het begin beginnen. Hè? En dat is uh, vooral even jou leren kennen, Hein. Want uh, kan je eens wat over jezelf vertellen? Wie, wie ben je en wat uh, doe je zo al in het dagelijks leven? Nou, ja, goed. Uh, zoals jullie zeiden, ik ben, uh, ben Hein Oom. Ik ben uh, 41 jaar oud. Ik werk bijna twintig jaar bij de Efteling, dus dat is al een hele tijd. Ik ben getrouwd met Claudia, twee kinderen. Ik had en Finn En ik ben eigenlijk wel een echte carnavalsliefhebber, dus vandaar kom hem op met die schobbeler. <laughs> Oké, okay, dan doen we die naar de randig eentje. <laughs> en je bent op dit moment asset manager bij de Efteling. Maar nou, zo ben je niet begonnen, want ik ken jou nog. Je mooie grijze pakkie met een leren gereedschapstas en een fiets. Ja, zeker waar, Tim. Ja, we kennen elkaar inderdaad al wat langer, als sommige luisteraars zullen weten. Maar uh, ik werk inderdaad bijna 20 jaar hier. En ik, ik ben ooit begonnen als allround service monteur bij uh, de werktuigbouwkundige onderhoudsdienst. En dat is nog in de tijd dat we zwinters dicht waren. Dus zwinters uh, onderhoud. En in de zomer was ik uh, service monteur. Dus dan uh, repareerde ik uh, alles uh, wat we tegenkwamen. En hoe word je dan uiteindelijk asset manager? Ja, lang verhaal inderdaad. Maar uh, de, de korte variant is dat uh, ja, als je uh, wil groeien en je wil ontwikkelen, dan is dit een bedrijf waar dat kan. Dus uh, ik ben uh, van daaruit uh, werkvoorbereider geworden. En vanuit werkvoorbereiding ben ik in 2009 gevraagd om iets te gaan noemen de onderhoudsplanning. Want zoals de velen zullen weten, in 2010 ging de Efteling niet meer dicht. En moest het onderhoud in plaats van in de winter ook gaan plaatsvinden tijdens openstelling. Dus ik heb mij eigenlijk een aantal jaren bezig gehouden met de instandhoudingsplanning. Wanneer gaan we wat doen? Wat is dat ook de impact van de gast? En vanuit daar weer terug naar school, weer wat bijgeleerd over onderhoud. En uiteindelijk in 2018 begonnen als SS-manager. We hebben hem al een paar keer genoemd, de term asset manager. Eigenlijk een hele lelijke term, in ieder geval Engels. Maar wat doet een asset manager eigenlijk? Ja, heel plat gezegd is eigenlijk de asset manager is verantwoordelijk... voor een stukje onderhoud en veiligheid van onze assets. Dat is eigenlijk de korte variant. En dat doe je ja, met een stukje conditiemeting, lifecycle life management. Dus ja, uiteindelijk is het belangrijkste wat ik doe... is gewoon zorgen dat alles up and running is... Want de assets in jullie geval zijn dus nou, de attracties, is natuurlijk hetgeen het wat het meest in het oog springt. Maar vallen ook gewoon gebouwen, horecagebouwen onder uh, het Huis van de ja. Misschien ook wel parkeerterrein, dat soort dingen. Ja, inderdaad. We hebben een asset gedefinieerd, een beetje eigenlijk als een gebouw. Nou, niet alles is een gebouw, maar uh, zo het is, is bosrijk en ook uh, het, de golf of het hotel is ook een, een asset. Um, dus uh, we hebben daar wel een verdeling in gemaakt, zodat het ook helder is over welke assets we het hebben. Ben je dan ook verantwoordelijk voor een bepaald deel van de assets die de Efteling beheert? Ja, wij zijn binnen de wereld van de Effling met twee asset managers. En in mijn geval ben ik verantwoordelijk voor alle attracties en de entree. Dus mijn collega Jeffrey van Dun, die is verantwoordelijk voor zowel HORECA, zowel als Retail, ook ondergrondse infra, want ook dat is een asset binnen de wereld van de Effling. En natuurlijk Hotel en Resorts, oh, wow. niet te vergeten. Dat is een pittig takenpakket, kan ik me zo voorstellen. <laughs> ja, we hebben er natuurlijk altijd wel een beetje discussie over, hè? want uiteindelijk, als je kijkt naar het aantal assets, heeft mijn collega veel meer assets in, de, in zijn beheer. Uh, maar wij voelen het altijd als een logische uh, verdeling, omdat uh, de attracties toch altijd wel wat grilliger zijn. Omdat we daar meer te maken hebben met prototypes. Oh ja. Uh, uh, uh. En jij zegt net: uh, ik ben ervoor verantwoordelijk voor het up-and-running houden van uh, attracties. Betekent ook dat je ook heel veel bezig bent met uptime en downtime dan? Ja, ja, als je kijkt naar uh, een stukje uh, onderhoud, is dat we natuurlijk voor de attracties ook wel een stukje beschikbaarheid met elkaar afspreken. Dus we hebben een, uh, een interne gast, hè, dat is uh, expectatie. Uh, daar is ook iemand verantwoordelijk voor, uh, dit wel uh, uh, Robert ten Hartog. en Hartog. Uh, ja, die, uh, die heeft een bepaalde wens over de beschikbaarheid van attracties. Dus we maken een afspraak over nou, hoeveel onderhoud we moeten doen, hoeveel tijd heeft dat, uh, heeft dat, uh, hebben we daarvoor nodig. En uh, ja, we hebben natuurlijk ook wel wat storingen, dus ook daar houden we rekening mee. En uiteindelijk maken we daar een afspraak over. En het is aan mij en met het team, met mensen die bezig zijn met het onderhoud, om te zorgen dat we die prestatie ook halen. Kijk, zeg, voordat we verder de diepte induiken als het gaat om, om onderhoud in de Efteling. Jij bent natuurlijk onderhoudsdeskundige, mag ik wel zeggen. Zou je onze luisteraars eerst eens willen uitleggen, wat is onderhoud eigenlijk? En wat is daar ook het belang van? Ja, je hebt daar natuurlijk een hele mooie, de meeste mensen kennen de Wikipedia wel. Als je echt op gaat zoeken, dan is het eigenlijk een, een, een totaal van activiteiten. Uh, met als doel dat je een aanvaardbare conditie behoudt of dat je die terugbrengt naar die conditie. En dat kan zijn voor een machine of een gebouw, of nou ja, het is maar net wat je defineert onder het, het asset stuk. Maar het is vooral het weer terugbrengen naar of, of in, in conditie houden van een bepaalde asset. En, en wat is dan het belang van goed onderhoud? Nog even los van in de Efteling, maar in de basis. Nou ja, sowieso een stukje beschikbaarheid en ook dat het ook veilig is. Het is een stukje veiligheid waarborgen. Omdat wij in dit geval ja, binnen de Efteling ook heel veel assets hebben waar gasten in zitten. Dus dan uh, is veiligheid zeker uh, een belangrijk goed. En dan kan ik kan me herinneren Tim, dat wij uh, tijdens onze aflevering het ook hebben gehad over de verschillende soorten onderhoud. Welke verschillende soorten onderhoud bestaan er binnen de Efting En zijn er überhaupt, wordt er onderscheid gemaakt? Uh, ja, we hebben zeker een verschil. We hebben natuurlijk een stukje uh, reactief. Dus, uh, wij noemen dat dan correctief uh, uh, onderhoud. Dat is dan eigenlijk uh, de stilstand uh, door storingen. Wat uh, voor zowel de gas, maar ook voor ons eigenlijk de minst fijne variant is. Maar helaas, ja, waar machines draaien, gaan ze kapot. En we hebben natuurlijk ook proactief onderhoud. Dus uh, dat, is het, uh, dat hebben wij gedefinieerd in jaarlijks onderhoud. Dus dat is normaal onderhoud. Of we hebben meer jaarlijks onderhoud. Dus dan, uh, voor de meeste mensen zeggen ze dan groot onderhoud. Dat is hoe wij het volgens mij ook altijd gebruiken. Die ja, volgens mij... <laughs> ja, volgens mij hadden wij het ook nog over modificaties. Maar dat is volgens mij weer een andere categorie, toch? Ja, op principe, uh, het grappige is waar je het over hebt. Heeft iedereen het altijd over groot onderhoud? Bij ons noemen we het dan modificaties, maar dat heeft vaak. Uh, meer een financiële achtergrond waarom we dat zo doen. We noemen ook wel vervangingsinvestering. Maar bij modificatie hebben we het over dat we ja, grotere investeringen doen... die uh, vanaf vijf jaar of ouder zijn. Dus dan, uh, dan gaan we echt uh, serieus, uh, serieus onderuit uitvoeren. Ja, de modificatie het geeft misschien de indruk dat er ook echt dingen worden aangepast. Misschien op het oog gebeurt er dan niet, maar wel in de techniek of zo. Ja, inderdaad, modificatie en modificeren zegt inderdaad uh, in het woord van... oh ja, we gaan iets veranderen, maar dat is zeker niet het geval. Uh, ik zeg altijd, de, de terminologie die we binnen de Efteling daar aangehangen hebben, het kan ook zo zijn dat het gewoon één op één vervanging is. Alleen in de techniek, en uh, zeker als je kijkt op E-gebied, maar ook door de ontwikkeling nu met duurzaamheid, zie je dat één op één vaak niet meer kan. Dus uh, we gaan bijvoorbeeld naar LED-verlichting. Uh, dus je moet dan omgaan bouwen en ja, dan is het eigenlijk ook een soort van modificeren. Uh, en als je het gaat aanpassen, en zeker op attractieniveau, ja, dan zul je ook weer aan de huidige wet en regelgeving uh, moeten voldoen. Misschien even dat we de diepte induiken met het onderhoud en die termen allemaal langskomen. Je noemt net al de e-techniek. Dat gaat over de elektriciteit of de elektrische installatie. Gok ja. ik. We hebben ook nog W-techniek of W-installaties. Ja, werktuigbekunde. En hebben we nog meer van die afkortingen die we mensen moeten weten voordat we de diepte in gaan duiken? Ja, we hebben bijvoorbeeld de BDS. Bij ons de bouwdienst. Dat zijn de, de timmerlieden en de, de schilders. Maar ook Devo, decoratie en vormgeving. En niet te vergeten onze groene milieuafdeling natuurlijk. Kijk. Hey, als we dan gaan kijken naar onderhoud specifiek in de Efteling, kan jij onze luisteraars dus meenemen wat zijn nou de dingen die onderhoud nodig hebben in de Efteling? Je had het al over assets, maar, maar dat is nog redelijk, redelijk abstract. Maar waar moeten we aan denken als je denkt aan onderhoud plegen in de Efteling? Nou ja, volgens mij is het eerste waar je wel aan denkt, vaak, als wel verwacht ik dat ze aan denken, is natuurlijk aan die attracties. Hè? Dus daar doen we onderhoud aan, aan onze horeca, inderdaad, aan onze retailwinkels. Uh, ook aan onze bosrijk huisjes, hè, onze landshuisjes, het hotel. Dus dat zijn eigenlijk de grote assets, zoals we die benoemen. Uh, maar als we dieper de materie ingaan, inderdaad, ik noemde het straks al ondergrondse, uh, ondergrondse infra. Ja, wat zit daar dan in? Hè? Dat gaat over riolering, maar niet alleen maar van, uh, van de toiletten, maar ook de hemelwaterafvoer, uh, de elektra, gas uh, uh, wat er onder, uh, onder de grond ligt. Het, 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 het gaat veel verder als. Alleen maar die grote assets. Ja, we dalen naar van het asset steeds dieper af naar componentniveaus. Totdat we precies kunnen benoemen wat we eigenlijk moeten onderhouden. Dus daar leggen we ook echt alles van vast. Dus je hebt een attractie en naar binnen heb je een gebouw, een ritsysteem, andere techniek waar mensen mee te maken krijgen, zoals showtechniek of zo. Hm. Daar hebben jullie al in detail, hebben jullie daar individueel van elementen dingen vastgelegd. Ja. Ja, daar hebben we eigenlijk een structuur voor, uh, voor bedacht. En, uh, een beetje een vaste structuur die we op elke asset kunnen plakken, maar niet altijd gebruiken. Hè? Want inderdaad, wat je zegt. Sommige attracties uh, hebben bijvoorbeeld wel een show, maar in een uh, horecapand hebben we dat niet. Maar we hebben wel uh, door die structuur een, een, een vaste manier waarin wij uh, vastleggen wat er uh, aan componenten allemaal in zit en uh, wat er aan onderhoud uh, moet gebeuren. En hoe diep ga je dan dan mee? Op welk punt houdt het op, zeg maar, dat het te gedetailleerd wordt? Ja, dat hangt af te, ja, hangt een beetje af van de situatie. Hè? Want soms, uh, kijk, als je bijvoorbeeld naar een, uh, een asset zoals de Vaten Magana kijkt, ja, dan wil je al die uh, 100 plus animatronics die er staan, die wil je dan wel vastleggen. Dat je beter weet van wat, wat voor uh, componenten zit erin. Maar in sommige gevallen zeg je ook, ja, we houden het wat abstracter. Hè, wat je zegt. Uh, uh, zeker als je bijvoorbeeld in, het, uh, in de riolering hebt, ja, dan houden we het gewoon uh, houden we het wat abstracter. Want, uh, Uiteindelijk kun je, je ook verzanden in alle details ja. door uh, alles op detail vast te leggen. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld individuele deuren misschien dan wel individuele componenten zijn, maar dat je de decoratie in een scène, dat dat dan één ding op zichzelf is. Dus. Ja, ja zo, uh, kun je het, uh, zo kun je het bekijken. Ja. En als we het wat, wat concreter proberen te maken, je had het net al over de Fata Morgana. Stel, we kijken naar de Fata Morgana, een attractie als de Fata Morgana, wat heeft daar nou allemaal onderhoud nodig? Ja, dat is een hele goede vraag. En dat uh, hangt een beetje af van wat voor soort onderhoud. Hè. Wat ik eerder zei, we hebben het natuurlijk ook jaarlijks onderhoud. Zo'n attractie uh, is ook gekocht bij een leverancier, in dit geval Intermin. Hè. Die heeft dan een rijtsysteem verkocht in uh, 1985, 86 ongeveer. Hè. Dus dat is al een tijdje geleden. En daar zit een manual bij waarin voorgeschreven wordt wat je allemaal aan die, die rij moet doen. Er zit een aandrijving aan, je wil kijken naar de boten, naar de controle, de onderwatercilinder. Dus er zijn heel veel technieken die jij echt jaarlijks moet uh, onderhouden. Uh, en dat doen we dan volgens een onderhoudsmanual. Maar er zijn ook zaken zoals shows die we dan in een meerjaarlijks onderhoud doen. Dus dan moet je een beetje denken in een, in een stramien van ongeveer zes jaar, of soms wel eens wat langer. Want uh, om, als het er nog goed uitziet of het zit er nog uh, of het is niet nodig, ja, dan gaan we ook geen, uh, geen onderhoud uitvoeren. En dat, dat is bij attracties, maar uh, bij uh, horeca en winkels ligt dat uh, weer anders. Kan ik me zo voorstellen? Ja, zeker dus Als je bij bij bijvoorbeeld horeca kijkt, nou net zoals uh, een van de belangrijkste componenten bijvoorbeeld van onze horecapunten is een frietpan. Ja, die worden dus ook echt jaarlijks eh, nagekeken. Want op het moment dat de frietpan het niet doet, ja, dan kun je ook geen friet bakken en dan kun je geen friet eten en dus ook geen friet verkopen. Dus daarin is wel heel veel belang dat we eh, dat soort zaken ook op orde hebben. Eh, maar ook de brandmeldcentrales of zo, weet je wel, dat zijn zaken die we wettelijk ook eh, moeten testen. Nou, dat gaat niet eens jaarlijks, maar dat gaat al meer jaarlijks dat die getest worden of dat ze werken. En dan moet je ook aantoonbaar hebben dat ze werken, zodat je ook die veiligheid die, uh, ook kunt waarborgen. Dus dat, dat verschilt heel erg per pand. Maar, zeg maar de meeste panden hebben bijvoorbeeld wel allemaal een brandmeldcentrale. daarvan weten we dat we daar elk jaar zitten. Maar goed, bij een ander pand zit er wat minder in. We hebben ook de wat kleinere HORECA-puntjes. Ja, daar, daar zit relatief uh, ja, een koffiezetapparaat en een chokladapparaat en een koelkast. Nou ja, goed, dan uh, valt het onderhoud wel mee. En meubilair of zo, valt dat er dan ook onder bij HORECA? Ja, ja, ook het meubilair onderhouden. Maar uh, het is niet alleen het meubilair onderhouden. Maar wat heel veel mensen vergeten is, uh, is natuurlijk ook schoonmaak. Uh, dus ook dat, uh, dat zit ook een deel van het uh, onderhoud... zit dan uh, zit in bij de mensen zelf hè, op de locatie... Maar schoonmaken is denk ik misschien wel de belangrijkste onderhoudsvorm. Want als je het gewoon netjes houdt en, en zuiver houdt. Ook met schilderwerk, als je het op tijd schoonmaakt. Daarmee voorkom je een onderhoudsbeurt. Dus dat, ja. dat wordt vaak wel eens vergeten. Maar ook elke ochtend wordt het worden alle raampjes netjes gewassen. En ja, voor, voor de gast is dat vanzelfsprekend tijd. Maar voor onze, voor onze collega's is dat dagdagelijkse activiteit die ze uitvoeren. En heb ik de winkels. Daar geldt een beetje hetzelfde voor als de horeca, denk ik. Ja, in de winkels is het relatief het minste onderhoud, omdat we daar, uh, ja, uh, daar heb je natuurlijk nog wel kassasystemen uh, en daar heb je ook wel verwarming. Uh, dus de, de verwarming is ook iets wat jaarlijks gebeurt. Kassensystemen is een van de weinige dingen die wij niet doen, die worden echt door onze IT-afdeling uh, uh, uitgevoerd. Er zijn er altijd wel dingetjes die wij niet doen. Wij doen wel heel veel aan onderhoud, maar niet alles in de wereld van de Efteling. Dus ik zeg dat IT-stuk, -IT computers en zo, dat is echt, uh, echt voor een andere afdeling. Um, maar je ziet vooral in de winkels dat het daar echt meerjarig onderhoud is. Hè? Want om de zoveel jaar willen ze bijvoorbeeld een winkel wat aanpassen of wijzigen. Ja, dan, uh, dan doen wij uh, een, een groot onderhoudsklus of modificatie, hoe je, het, uh, hoe je het wil noemen. Hey, en uh, al die, uh, die zaken, hè? Een, een restaurant, een winkel, een, een attractie, die zitten uh, heel vaak in een gebouw. Of er zitten meerdere gebouwtjes uh, rond die attractie. Uh, de gebouwen zelf hebben natuurlijk ook onderhoud nodig. Ja, zeker. Ja, de gebouwen zelf, het bouwkundig onderhoud vaak. Want dat, daar zit ook nog vaak nog een decoratieve schil omheen. Dus dat maakt het nog wel eens bijzonder. Maar de gebouwen zelf ook, alleen die zitten altijd in een meerjaarse cyclus. Dus daar gaan we vanuit van tussen de drie en zes jaar. Afhankelijk van, van zit het in de zonkant? Of hoe, hoe onderhevig is het aan weer? Maar bij bouwkundig onderhoud doen we eigenlijk. Alleen maar meerjarig onderhoud. met uitzondering, wel eens bijvoorbeeld van een balieblad van, van een horecalocatie. Omdat je gewoon wil dat ja, daar waar je eten overheen gaat, moet er gewoon uh, spikkerspan uitzien. Want dat kan er soms ook wel eens dan straalt het uit of dat het vies is, terwijl het eigenlijk alleen maar een beschadiging is. En, en waar moet ik dan aan denken aan een meerjarig onderhoud aan een gebouw? Uh, voornamelijk schilderwerk. Uh, als het echt wat groter wordt, bijvoorbeeld een dakvervanging, maar ja, dat zit tussen de 20 en de 30 jaar. Uh, maar ook stukwerk vervangen is soms wel eens uh, aan de orde. Uh, daar hebben we nog wel wat voorbeelden van, waar we nu recentelijk mee bezig zijn. Uh, maar in basis gaat het vaak om schilderwerk. We hebben natuurlijk nog meer gebouwen in Efteling dan alleen die attracties, horeca en winkels. We hebben toiletgroepen, personeelsvoorzieningen, zoals een kantine en zo bijvoorbeeld. En ook technische ruimtes die er nog zijn. Ja. Die vallen dan ook allemaal onder jouw Al, ja, echt. On. Alles, ja, ja. Zo, <laughs> ieder gebouwtje binnen het park is jouw verantwoordelijkheid, min of meer. Ja, in principe, ja, voor mij en mijn collega natuurlijk, Jeffrey. Dus We proberen samen met ons team en alle mensen die uiteindelijk ook het onderuit uitvoeren om de Efteling. Nou ja, het in stand te houden voor de komende honderd jaar plus, zeg maar. En waar het kan, proberen we het ook beter te maken. En als je dan kijkt naar het totaalpakket aan onderhoud dat jullie op jaarbasis uitvoeren. We hebben al verschillende dingen voorbij horen komen. De attracties, de gebouwen, de keukens. Wat is dan een beetje het zwaartepunt of de verhouding? Waar hebben jullie het meeste werk aan? Ja, dat is een hele goede. Waar heb je het meeste werk aan? Nou, Ik denk dat het, het, het meeste werk wel echt zit in de attracties, omdat het. Wat ik eerder zei, het zijn eigenlijk zo van prototypes. Elke attractie heeft toch wel een, een, een eigen aanpak van onderhoud. En de intensiteit is vaak ook groter. Dus een beetje zoals uh, vergelijken met je auto. Hè. Rij jij uh, 10.000 kilometer met je auto of rij je 100.000 kilometer met je auto. Dan vraagt dat ander onderhoud. En sinds 2010 zijn wij natuurlijk niet meer gedicht. Uh, dus wij uh, zijn ook 25% plus meer gebruik gaan maken van al onze assets. Dus ook dat heeft de afgelopen jaren wel, uh, ja, heeft ons wel geleerd... dat er een andere aanpak nodig is uh, op onderhoudsgebied. En de Efteling die staat natuurlijk ook bekend om het, uh, het, het groen, uh, het, het water. en ja, Verder zien we hier, hier buiten, want we kijken nu uit, uh, over de Efteling vanuit kantoor uh, We zien natuurlijk ook allerlei uh, muurtjes, bankjes, lantaarnpaaltjes. Uh, maar, maar vooral heel veel groen. Uh, valt dat ook onder jullie club? Jazeker, daar hebben wij uh, speciaal iemand voor in ons team zitten. Noemen we hem groenbeheerder. Of die zullen jullie misschien al wel kennen? Is Mario Dieltjes die komt ook wel wat vaker voorbij in de social media kanalen. Um, ja, hij is echt gespecialiseerd in groen, het onderhoud aan groen. En um, ja, die adviseert ons als SM-manager wat we zouden moeten doen. Nou, waarom we groen belangrijk vinden, we zijn natuurlijk van de origine Stichting Natuurpark, de Efteling. Dus uh, groen staat uh, hoog in het vaandel. En ja, jullie weten alles van de Efteling. Ja, het is ook de best beoordeelde attractie van de Efteling. Dus ja, het uh, heeft zeker zijn aandacht. Ik ben wel benieuwd hoe diep de registratie van het groen dan gaat. Dat is op boomniveau, kan ik me voorstellen? Misschien zelfs op planniveau? Ja, zeker. Daar heeft hij uh, nou, software uh, voor waarin hij het beheer bijhoudt. En uh, alle plantvakken staan uh, netjes op tekening. En dan weet hij ook wat voor soort planten daar staan. En aanvankelijk van dat je weet wat voor soort planten er staan, weet je ook wat voor soort onderhoud je moet doen. Dus welke interval. Dus uh, ja, dat gaat heel ver. En we hebben al onze bomen geregistreerd. Wat de status is van de bomen, hoe ze erbij staan. Uh, nou goed, en daardoor. Zijn we soms genoten om afscheid te nemen van bomen? Hè? Dat, bedoel, dat vinden we jammer, maar goed, daar komt weer een nieuwe voor terug. En ook soms uh, moet je nadenken met, uh, met groen over 50 jaar verder. Hè? Want met heel veel onderhoud kun je direct het resultaat zien. Maar bij groen is vaak het weghalen heel, uh, heel heftig. Um, maar door iets nieuws te zetten en na een aantal jaren zie je gewoon weer dat het terugkomt naar het, uh, de uitstraling die we graag willen. Volgens mij heeft Mario ooit in een, in een aflevering van ons gezegd: boompje groot, plantertje dood. Ja, ja. Letterlijk, ja. We hebben heel veel verschillende vormen van onderhoud in Efteling besproken... en heel veel verschillende assets. Maar zijn er nog zaken die we over het hoofd zien... en die de gemiddelde Eftelingbezoeker of liefhebber misschien ook over het hoofd ziet? Ja, wat bijvoorbeeld is... is wij noemen dat zelf een beetje rollend materieel. Hè. Ik bedoel, we hebben natuurlijk buiten al onze assets die we bestaan... Hebben, hebben we natuurlijk ook tractors en we hebben veegwagens en we hebben auto's. Dus we hebben een heel, heel park aan, aan rollend materieel. De akkerkarren die we hebben... Uh, ja, ook dat moet allemaal onderhoud uh, hebben. Ja, de meeste zullen zeggen: Ja, god, dat is logisch. Ja. Ik heb thuis een auto, die moet ook uh, een beurt. Maar ja, we hebben dus heel veel machines die wij, uh, die wij nodig hebben om ook het onderhoud uit te voeren. En ook dat heeft onderhoud nodig. Ik zit te denken: zei ik raar, dat de Efteling geen eigen garage heeft. Ja, dat zou je zeggen. We hebben het verleden ooit wel eens gehad. We hebben ooit wel een, een eigen soort van garage gehad. Alleen je ziet ook dat er verandering aan ontstaan is in wat voor soort machines we gebruiken. We zijn natuurlijk van steeds meer naar elektrische voertuigen. We zijn ook naar elektrische gereedschap. Waar de bladblazen vroeger met heel veel herrie door het sprookjebos ging, zijn die tegenwoordig ook elektrisch. Dus dat vraagt ook elke keer weer een verandering aan specialisten. En je ziet ook dat het specialisme sowieso steeds meer zich ontwikkelt binnen onderhoud. Um, zeggen we vroeger, een elektromonteur moet tegenwoordig al een halve IT-er zijn. Of misschien wel een hele IT'er om het juiste onderhoud uit te kunnen voeren. Is er ook minder onderhoud aan die elektrische apparatuur? Ja, ja minder inderdaad. En, en ook ander onderhoud. Uh, maar het is voornamelijk wel minder inderdaad onderhoud. Ik besef nu ook Tim dat uh, misschien jouw favoriete onderwerp in de Efteling... dat het er misschien ook nog onder valt. <laughs> Vertel. Verharding. Paden en pleinen en zo. Ja, zeker. Ook daar, daar kijken we naar. En dat, dat, dat kan op verschillende manieren. Kijk, soms zie je wel met straatwerk dat het door de bomen die groter worden. wat, wat verdrukt wordt. En dan kun je wel eens hebben dat mensen erover struikelen. Dus dan is een noodzaak vooral dat we een onveilige situatie willen voorkomen. Maar ook nu kijken we wel naar. Oké, okay, hoe kunnen we de wereld van de Effelingen. beter of makkelijker begaanbaar maken? Ook de bereikbaarheid van onderhoud. Daar hebben jullie laatst ook een podcast over gemaakt, in ieder geval met, met Dus dat we ook daar naar kijken. Uh, plus dat we ook rekening moeten houden met wat voor soort materieel er eigenlijk allemaal over zijn weg rijdt. Dus we hebben best wel grote kraan die af en toe door het, het park heen rijden. Ja, die, die rijden uh, straatwerk kapot waar dat niet voor geschikt is. Dus daar hebben we meer focus voor uh, de laatste jaren om daar slimmer mee om te gaan. Maar dat is wel minder denk ik met vaste onderhoudsintervallen. Dan is het meer als het nodig is of zo. Ja, daar kijken we inderdaad echt naar de noodzaak. Of soms als we bezig zijn met een gebiedsontwikkeling dat dat het moment is om te zeggen: God, weet je wel? Laten we dan het straatwerk of het asfalt meenemen, zodat we in één keer de slag maken, ook voor onderhoud bereikbaarheid, maar ook voor een stukje duurzaamheid voor de toekomst. Dat we niet elk jaar bezig zijn met her en der wat steentjes weer recht te leggen. Want ja, goed, daar zit ook een hoop tijd en energie in en dat brengt dan vaak niks. Dat, dat triggert mij wel een beetje, want een tijdje terug heeft er een interessant infraprojectje plaatsgevonden, zo ter hoogte van het, het poffertje. Daar hebben jullie het asfalt eruit gehaald, er zijn grotere plantvakken teruggekomen, ja. er zijn kinderkoppen neergelegd in plaats van asfalt. Wat, wat is daar dan de gedachte achter? Nou, Sowieso een wat duidelijkere routing creëren, hè? dus dat je een soort hoofd wegkrijgt, die ook dezelfde kleur heeft in het asfalt. Dat heeft twee, twee redenen. Eén is voor onze gast, maar de andere is ook voor onze leverancier, dat hij duidelijk weet waar kan ik wel rijden en waar kan ik beter niet rijden. Oh, dus ook ter voorkoming dat ze iedere keer die bakstenen omver rijden. Ja, juist dat we minder schades inderdaad hebben. Dus daarmee voorkom je gewoon problemen. Plus dat het ook qua uitstraling ook een stap voorwaarts is. We merken dat zeker in dat deel er best veel asfalt lag. Door reparaties dat er ook wel wat zo van pleisters op het asfalt lagen. En toen heb ik gezegd, nou, nu is het nu al de tijd om het in één keer eruit te halen en één keer opnieuw te doen. Alleen, ja, je bent altijd open, dus die impact is best groot. Dus dat uh, zijn wij, wij wel bewust van. Alleen ja, het is wel noodzakelijk. Hey, we hebben we inmiddels wel begrepen dat er ongelooflijk veel items in de Efteling zijn of assets die, die onderhoud nodig hebben. Maar dan ben ik wel benieuwd, hoe pakken jullie dat nou in vredesnaam aan? Kun je ons daar eens wat meer over vertellen? Ja, dat vraag ik me soms ook wel eens af. <laughs> ja, gewoon vooral ook de hoeveelheid, ja, de hoeveelheid die we hebben. En, en wat lastig is, dat we zijn altijd open en we moeten ook rekening houden met de wensen van onze interne gasten en ook nog eens de weersinvloeden. Uh, maar in basis beginnen we wel met het maken van een meerjaren onderhoudsplan. Zodat dus we inzicht hebben wanneer willen we nou welke asset aanpakken en in hoofdlijnen wat we eraan willen doen en hoeveel geld hebben we daarvoor nodig. Want het geld uh, 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 ja, willen zeg maar is één, maar het geld krijgen is natuurlijk twee. De directie moet ook, uh, die beoordeelt ook elke keer van, ja, goed, willen wij dat geld uitgeven aan instandhoudingen? Want uh, goed, uh, we zijn natuurlijk wel een van de duurste kostenposten van de, de wereld, van de Efteling. En dat is ook heel logisch. Um, dus daar begint het mee. En naarmate de jaren zeg maar vorderen, dus dat we steeds dichter bij dat moment komen, gaan we daar meer detail aan brengen. Dus proberen we zo compleet mogelijk een soort pakket van eisen uit te werken wat er allemaal moet gebeuren aan onderhoud op zo'n asset. En uiteindelijk gaan we het dan realiseren en daar hebben we verschillende manieren voor hoe we dat kunnen doen. Wat zijn jullie verantwoordelijkheden daarbinnen? Is het vooral het checken wat de status is en het plannen van het onderhoud of gaat dat nog verder? Nou, als je kijkt naar wat, wat, wat we doen, is inderdaad, uh, we doen een stukje condition-based maintenance. Hè. Dus wij volgens de NEN 2767 beoordelen wij de staat van, uh, van een asset. Nou, dus als je bouwkundig kijkt, dan, uh, dan, uh, dan gaan we kijken, oké, okay, welke pand is het slechtste aan toe en wat is het beste. En als je dan naar het slechtste pand kijkt, ja, wat is daar dan weer uh, op componentniveau het, uh, de, 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 ja, wat er aan moet gebeuren? Dus welke kozijn moet je schilderen, misschien welke kozijn moet je vervangen, want dat zou ook zomaar kunnen. Dus, dat, dus dat, echt dat, dat bepalen wat de conditie is van ons, uh, van ons huidige par van park, dat is, uh, dat is één. Twee is dat we uh, dus uh, bepalen van hoeveel geld we daarvoor nodig hebben. Dus dat is ook echt een taak die wij hebben. Um, maar ook zorg dragen dat uiteindelijk uh, alle essen die we hebben ook voldoen aan de huidige wetten- en regelgeving. Dus we hebben echt wel een afdeling die, die heet wet en regelgeving die vertelt ons: oké, okay, wat zijn die wetten- en allemaal waar we aan moeten voldoen? Maar wij zullen. Wij zijn in onze, in onze afdeling wel verantwoordelijk dat het uiteindelijk ook gerealiseerd wordt. En jij zegt onze afdeling, hoe heet jullie afdeling? Ja, wij zijn de afdeling planning en beheer. Uh, ja, planning zegt al zichzelf, ja, de, we plannen ook het onderhoud en, uh, en beheren. We beheren het park. En het park of, of de hele wereld Tot, van de Efteling? De hele wereld van de Efteling, inderdaad. En hoe moet ik me zo'n af, afdeling dan voorstellen? Met hoeveel zijn jullie en wat is ieders taak? Nou, we zijn uh, even uit mijn hoofd, dus 18, 20 personen ongeveer. Uh, dus er zijn best wel een aantal. Nou, we hebben twee asset managers, daar hebben we het al over gehad. Dan hebben we hebben een club uh, Mains Engineers. Nou, dus, uh, we hebben voor de werktouwbekunde hebben er twee. We hebben één iemand voor elektrotechniek. We hebben een groenbeheerder, is ook een Mains Engineer Groen, alleen dat kennen ze niet. niet Groen is dus noemen ze groenbeheerder. We hebben iemand voor ondergrondse infra. Dus, uh, en uh, voor bouwkunde en, uh, we hebben, uh, onze bouwkundige is, 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 uh, is ook een dame dus dat is ook uh, geluk, fijn uh, in de techniek want die zijn er niet zo heel veel dames in de techniek maar die doet zowel de bouwkundige als die esthetische schil uh, nou, verder hebben we nog twee service engineers dat is een beetje uh, die zijn uh, elektrotechnisch van de achtergrond maar die zijn een beetje de, uh, de spreekbuis tussen werkplaats servicedienst en de maintenance Engineers, hè, die ook wat vaker nog het veld in gaan kijken van wat is daar echt aan de hand we hebben nog een tekenaar die een stukje tekeningen beheer doet uh, en we hebben nog een coördinator planning, dus die de instandhoudingsplanning maakt en een, die uiteindelijk ook zorgt dat iedereen weet wanneer we wat in onderhoud hebben en nog een clubje werkvoorbereiders en die werkvoorbereiders die doen de, uh, nou de wat ja, kleinere onderhoudsklussen soms ook wel wat grotere maar de wat kleinere onderhoudsklussen die je eigenlijk zelfstandig kunnen uh, voorbereiden. Uh, dus dat wat niet naar de werkplaats gaat of niet naar, uh, naar de afdeling projecten, hè, want die doen echt grotere klussen. Uh, dat doen wij intern zelf. Ja, dus we moeten niet denken aan gewoon een schilderbeurtje of zo. Ja, inderdaad. Ja, bijvoorbeeld inderdaad het schilderen van een gebouw of een, uh, soms wel eens een verbouwing. Maar het, het zijn behapbare klussen die één iemand uh, zeg maar kan voorbereiden. Als ik het zo hoor, zijn er best wel veel mensen bezig. Want er zijn dan voornamelijk de engineers zo, lijkt me die de conditie van de assets in de gaten houden. Ja. En dan nog, een, nou, nog wel een redelijk grote club die met de planning eh, bezig is met de voorbereiding. Ja. ja, we zijn zeker met veel mensen. Ik bedoel, uh, ik bedoel we hebben ook een eigen technische dienst, uh, het Gildenhuis, waar meer dan honderd uh, mannen en vrouwen uh, werkzaam zijn, die, uh, die het onderhoud uitvoeren. Plus inderdaad nog een, uh, een hele tak projecten en engineering, die ook nog veel onderhoudsklussen voor ons uh, realiseren. Ja, want ik denk dat jullie als afdeling planning en beheren een beetje de de, de de speel zijn, zeg maar, als het gaat om het onderhoud van Efteling. Maar ja. welke afdelingen uh, zijn daar nog meer mee bezig en hebben jullie nodig? Ja, wat ik dus zei, dus eigenlijk het Gildenhuis, de afdeling uitvoering, is daar ja, is een heel grote, grote aandeel daarin. Die zijn ook heel veel bezig met het, het, het jaarlijks onderhoud. Het normaal onderhoud wat we doen. Zodat de, alle attracties bijvoorbeeld ter beurtje krijgen, zodat ze ook weer open mogen. Nou, we hebben natuurlijk onze afdeling wet de regen. wat ik straks over. Daar zitten een aantal inspecteurs die bekijken van God, is alles in orde? Zet er gekke dingetjes, want dan worden die, worden die aan, aangekaart. Daar zitten onze veiligheidskundigen ook die samen met. Um, externe ook nog eens onze attracties beoordelen. Dus uh, als, uh, als keurende instantie, hè, die uh, zijn eigenlijk het onafhankelijke partij die ook gaat kijken of die veiligheid ook gewaarborgd is. Hè. Dat doen we niet zelf, dat laten we ook iemand anders doen. Um, afdeling projecten, wat ik zei, hè, die de grote onderhoudsklussen doen. Um, engineers, afdeling engineering. Ontwerp, want ook soms, uh, uh, ook in de bestaande, hebben wij nodig oké, okay, zijn dit nog steeds de juiste kleuren? Of willen jullie misschien nog iets aanpassen? En natuurlijk onze interne gasten, dus uh, exploitatie, want daar doen we het uiteindelijk voor. Hè, dat hun uh, wensen die zij hebben in hun asset, dat die ook uh, ook genomen worden. Het kan natuurlijk zo zijn dat uh, operationeel misschien wordt gevraagd om bepaalde dingen anders te doen, omdat ze dan beter zijn voor de conditie van hun asset. Ja, dat, dat is zeker een belangrijk punt. En wat ik zei, hè, Dus dan, ja, die interne gast die wij hebben, die, uh, waar wij het voor doen, daar zijn we veel mee in gesprek. Want uh, dus dat, ook daar gaat het over, over stukje schoonmaak, bereikbaarheid of, uh, of inderdaad uh, routing hè, in een pand. Dat het toch niet zo handig? is. Ze hebben zeker elk jaar wensen. Het zegt niet dat we alles uh, ze altijd kunnen helpen, maar we proberen in ieder geval wel uh, het juiste te doen en naar te luisteren. Nou, ik kan me voorstellen dat hun misschien, uh, om het heel plat te slaan, uh, dingen anders moeten aanpakken tijdens het draaien van zo'n attractie zodat de attractie langer mee kan gaan. Zou er ook iets kunnen zijn wat vanuit jullie dan uh, komt? Dat jullie dat signaleren? Uh, zeker. Uh, dat inderdaad, hoe je hem exporteert, maar uh, het kan ook gewoon zijn dat er, dat er bijvoorbeeld qua routing voor, uh, voor gasten in een meandering, of zo, dat daar uh, ervaringen zijn die beter kunnen. Dus dat we daarom iets uitbouwen dit, dit is vooral. Uh, maar ook vanuit onze eigen servicedienst. Hè? Dus als die uh, verstoringen hebben die maar terug blijven komen en, uh, en die worden niet opgelost. Dat zij met ideeën een platform hebben naar onze afdeling kunnen gaan van god, wij lopen hier tegenaan. En we hebben daar wel ideeën over. Kunnen we dat aanpassen, zodat we niet elke keer terug hoeven te gaan. Dus. Hey, ik hoor dat er ontzettend veel uh, verschillende afdelingen en mensen binnen Efting betrokken zijn bij het onderhoud. Dan ben jij ook bijna een soort onderhandelaar, kan ik me zo, uh, zo voorstellen. Ja, dat is wel een van de skills die je wel in deze, deze rol moet hebben, inderdaad. Je voelt eruit zitten dat je snapt wat er leeft in de organisatie, maar ook uh, verbinden. Uiteindelijk. Doen we dat met meer afdelingen? Want uiteindelijk is het natuurlijk wel, uh, in mijn geval met de attracties, daar, uh, daar is veel interesse voor. Dat hebben jullie ook. Uh, dus dat ook de, met de afdeling communicatie blijf je in gesprek van, ja, god, als er iets gebeurt, uh, dat je elkaar wel de juiste informatie geeft, zodat we ook het juiste kunnen communiceren. En we horen net, uh, wie er allemaal werkt binnen planning en beheer. Uh, allerlei engineers, werkvoorbereiders. Maar ben jij dan als asset manager uiteindelijk ook een soort van een beetje het, het geweten van die attracties? Een beetje de... De oppasser, zeg maar, die, die ervoor gaat staan dat die attractie in goede conditie zijn? Ja, of ik het geweten ben, dat weet ik niet. Uh, ik probeer. Uh, wat, 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 wat wel is, is het wel die, die spelende in het web, hè? of die, 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 diegene die het overzicht bewaart. We sturen ze functioneel aan, hè? dus echt met vragen om, om een goed beeld te krijgen. Hoe staat die attractie erbij? Um, maar goed, wat ik zeg, uh, het is zeker niet alleen mijn rol. Je hebt gewoon iedereen nodig uh, in het team om het juist onderhoud uit te voeren. Want uh, velen weten heel veel en ik alleen uh, heel weinig. Ik kan me zo voorstellen, wij, wij bij kleine boodschap, maar ook andere fanmedia, die zijn altijd heel druk bezig met die attractie heeft storing. En die ligt in onderhoud. En hey, hier komt iets terug, of die was toch net gemaakt, of die had toch net onderhoud gehad. Ik kan me voorstellen dat dat ook de dingen zijn waar jij je dan weer beroepsmatig juist mee bezighoudt. Ja, ja zeker. Je, je volgt het zeker. Uh, je moet niet de illusie hebben dat als er onderuit geweest is, dat er daarna geen verstoringen kunnen zijn. Want heel veel mensen denken: ja, hij is net een onderuit geweest. Maar zeker als we veel vervangen hebben of veel gedaan hebben. Ja, meestal werkt dat volgens een badkuipcurve. En een badkuipcurve wil zeggen dat in het begin er juist meer verstoringen zijn. Dan krijg je een tijd dat het allemaal stabiel draait. En aan het einde van dat badkuip, dan gaan er weer meer verstoringen zijn. En net voordat het aantal verstoringen weer oploopt, wil je eigenlijk het juiste onderuit uitvoeren. Maar goed, dat lukt. Heel vaak wel, maar soms ook zeker niet. Um, want de wereld van de Efteling is uh, ook wel wat ouder. En het zijn er ook heel veel assets. Hè, dus dat maakt het soms wel eens lastig. Maar dat is wel waar je heel de dag wel mee bezig bent. En ja, ook ik word echt wel eens een keer uh, aangesproken: van God Hein, uh, ik heb gelezen dat. Uh, maar ik probeer me vooral niet te laten leiden tot wat uh, de social media vindt. Maar juist te uh, vertrouwen op je eigen team en op je eigen strategie. Zodat we het juist doen voor uh, de wereld van de Efteling. Nou, ja, want heel veel. Fans, dat ga ik even uh, zeggen. Of zelf een beetje vrijpleiten, misschien. Die kijken natuurlijk naar uh, anekdotisch bewijs, zeg maar, terwijl jullie harde cijfers hebben. Nou ja, dat inderdaad. Plus uh, dat er ook veel mensen die zijn die wel fan, maar zijn geen specialisten. Uh, <laughs> Absoluut niet. Ik probeer ik kijk <laughs> ook ver weg te blijven van, uh, van de zaken waar ik geen verstand van heb. Dus. Uh, ja, weet het is. Wat je ziet, is dat het heel erg. Een, een, een waarneming is van. ja, er staat iets stil. Maar wat daar aan de grondslag ligt. of wat daar de aanleiding voor is. Um, ja, weet men vaak niet. Dus dan schrijft men maar wat raak. En uh, ja, ik moet zeggen dat ik ook soms wel eens. Uh, wel moet lachen over uh, voor hoe mensen. Uh, uh, de, daar dan naar kijken. Maar anderzijds soms uh, ook, wij kunnen er ook wel eens iets van leren. ik denk van, oh ja, inderdaad, zo hadden wij er nog nooit naar gekeken. Dan kan je op het hard drukken dat dat speculeren is gewoon een hobby. Dus uh, oh, is dat, het? dat is gewoon tijd, ja. tijdverdrijf voor ons. Ja. Ja. <laughs> nou ja, nou we het daar toch over hebben, dan uh, moeten we denk ik wel een klein beetje het boetekleed aantrekken. Maar ik ben benieuwd, uh, zijn er mensen binnen jullie afdeling die ook wel eens een kleine boodschap luisteren? Ik denk het wel. Uh, ik heb het er niet persoonlijk over gehad, uh, nou, maar uh, uh, ik zal eens dus afwachten, want dat, waarschijnlijk gaan ze mij horen en dan zullen ze zeggen van <laughs> hey, nee uh, ik, uh, ik heb jou gehoord. Ja, want ik vraag me dan af, wat, wat doet dat dan met je als, als, als uh, professional of als afdeling, dat er dus uh, gekke fans zijn die op afstand uh, iedere, iedere week uh, een half uur overal het onderhoud in de Efteling kletsen? Nou ja, het, het is sowieso fijn dat er uh, steeds meer sympathisanten zijn over onderhoud. Hè? Want onderhoud wordt bij veel bedrijven gezien als een grote kostenpost. En uh, dat zijn die mensen die zijn altijd lastig. Hè? Want die komen altijd met problemen. Want als het stilstaat, dan is er een probleem. Uh, dus ik ben wel blij dat er meer aandacht voor komt. Maar die aandacht is er zowel uh, buiten de wereld van de Efteling, maar ook in de wereld van de Efteling. Uh, ik ben me bewust, techneuten zijn niet zo heel goed in communiceren, dus dat is ook al een ding. Hè. Dus, uh, en het, in het verleden waren we natuurlijk in die winter dicht, dus ja, hoefden we dat ook niet te doen. Dus uh, ik denk dat het voor uh, ons als techneuten wel goed is dat er meer aandacht voor is. En ik denk dat het goed is dat we alle dagen open zijn, zodat wij ons als techneuten ook meer bewust zijn van de wereld om ons heen. Uh, want dan weten we aan waar we het voor doen, plus uh, ja, waar, we, waar we kunnen verbeteren om ons. Uh, onze gasten in ieder geval een betere dag te bezorgen. Ik denk overigens dat er niet veel andere bedrijven zijn waar het onderhoud zo op de voet wordt gevolgd <laughs> nee, nee, inderdaad. Ja, ik vind het steeds mooi dat volgens mij is het bericht over het onderhoud aan de Python nog steeds de meest trending topic bericht. Dus ja, daar kan ik altijd wel, wel trots op zijn. Ik denk, ja, zie je wel, onderhoud is wel erg belangrijk. Misschien bij de Formule 1 Tim. Dus ook nog wel eens wel een onderhoud te doen. Daar heb ik geen enkel verstand van, dus <laughs> we gaan gewoon verder. Ja, als we dan kijken naar hoe onderhoud in de Efteling georganiseerd is. Je had het net al over een onderhoudsplanning. Maar ik kan me voorstellen dat er ook wel iets van een strategie of een beleid aan ten grondslag ligt. Ja, ik zei het straks al. We proberen zoveel mogelijk condition-based maintenance. Echt voor gezien n waarin we gewoon een goed beeld hebben hoe staat het ervoor. Uh, en wat we ook echt al sinds een aantal jaren weer uh, hanteren, is dat we echt teruggaan naar die attractiebouwer. Dus we zijn echt weer in verbinding met alle originele leveranciers. Zodat je uh, los van wat zij in de manual beschrijven, maar ook met elkaar gaat kijken, oké, okay, maar wat kunnen we van elkaar leren? En kunnen we ook die oudere attracties gewoon weer brengen naar de hedendaagse techniek van nu? Uh, we hebben recentelijk de, de pagode weer onder handen genomen, we hebben ook samen met Intermeer gedaan en daar ook een stap voorwaarts met elkaar maken. Uh, en die verbinding met elkaar te blijven houden. Want zij zijn attractiebouwer en hebben vooral heel veel verstand van het bouwen van attracties. En ik denk dat in de, in, de, in de jaren dat wij aan onderhoud doen, wij vooral heel veel weten van onderhoud. En door die werelden met elkaar te verbinden, ben ik er ook van overtuigd dat wij uh, ook betere producten krijgen in de toekomst. Als wij veel vertellen over onze ervaringen die we hebben met onderhoud. En dat de Efteling daarin ook wel een beetje afwijkend is in de markt. Hè? Want bij veel parken zie je van, hey, een attractie is technisch afgeschreven. En dan slopen we hem en dan zetten we iets, iets nieuws neer. Ik roep een of zo, weet je wel. Uh, maar de Efteling kiest er zeker de laatste tijd ook nog steeds vaker voor om enorm te investeren in het behoud van attracties. Of zelfs gewoon totaal vernieuwen, maar het, het eindproduct blijft hetzelfde. Uh, dat is best wel uniek denk ik toch in de markt? Ja, ik, ik, of het helemaal uniek is, weet ik niet. Want ik ken niet alle parken ter wereld. Ik ken er veel en dan weet ik niet wat hun strategie is. Maar wat wij uh, wel hebben gezegd, wij uh, willen meer naar een grotere aanpak. Inderdaad, we waren vooral jaarlijks elke keer bij de SS bezig. En daardoor, als je open bent, heb je dus elk jaar heeft de gast overlast daarvan. Dus door het grootste aan te pakken, kun je hem ook in één keer uh, brengen naar de huidige stand van techniek. Hè. Uh, zeker in onze duurzaamheidsambities kunnen we ook in één keer zorgen dat. Bijvoorbeeld alle verlichting LED gaat of dat we gas uitfaseren. Dus de aanpak zorgt er ook voor dat we in één keer een stap voorwaarts kunnen maken. Maar goed, niet alles is tot lengte en dagen te onderhouden. Dus buiten dat we een aantal projecten hebben die de levensduur verlengen... hebben we natuurlijk ook echt afscheid genomen van een aantal assets. En worden dat soort beslissingen gemaakt wanneer een attractie gewoon echt op is? Of dat die het veld moet ruimen voor iets nieuws? Nou ja, wat je ziet hè, wat we zeggen, hè, die condition based zegt dan af af uiteindelijk iets over uh, wat de status van een pand en wat je dan gaat afwegen is uh, ja goed is de investering die je moet doen nog waard versus uh, uh, het, het pand. En daar zijn natuurlijk veel meer zaken die daarmee spelen, behalve alleen maar geld. Hè. Dus ook uh, hoe populair is hij nog? Of, uh, ja goed, of kan die nog mee? Hoeveel jaren kan die dan nog mee? Hè? Want soms is hij met een investering nog echt wel een aantal jaren in de lucht te houden. Maar ja, dan moet je over een aantal jaren weer heel veel uh, geld investeren. Dus ja, daarmee komen we met een advies en dan uiteindelijk onze directie besluit dan van God, is het verstandig om hiermee door te gaan of gaan we toch eens denken naar iets nieuws? Je had het er al over dat jullie de laatste jaren het onderhoud veel, veel grootschaliger aanpakken. Ik weet nog wel in de jaren 90 en 2000 werd er ieder jaar aan ieder gebouw het stukwerk wat los zat, werd er een beetje afgeklopt en werd gewoon een vlekje stukwerk teruggesmeerd en dan was het weer klaar. Uh, we zien nu dat zeker na corona nu die inhaalslag wordt gemaakt uh, op het gebied van onderhoud, dat jullie het Echt totaal anders aanpakken. Weet je, als er stukwerk los zit, dan trek maar heel de gevel leeg en dan doen we het helemaal opnieuw. Is dat onderdeel van die, die vernieuwde aanpak? van We willen alles goed op orde hebben? Ja, ja dat, dat, dat zeker wel. Um, Brengenbeheer Beheer bestaat al zo sinds 2009. Dus dat we echt gefocust zijn op, op onderhoud en op de onderhoudsstrategie. Nou goed, de eerste jaar heeft natuurlijk al even tijd nodig om een om goed beeld te schetsen wat, wat, wat het beste aanpak is. En plus dat we. Ook voor corona al een aantal zaken heel groots aangepakt. Kanopfestival is bijvoorbeeld ook van voor corona. Hebben enorm veel aan gedaan. Uh, ik denk dat het nu steeds meer zichtbaar wordt. Dus dat, uh, en zeker recentelijk zijn we natuurlijk wat uh, bij de Sprookjesbossen... heel uh, grote, risicieuze uh, uh, onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd. Soms met het herbouwen zelfs van een hele hele pand. Dus dan wordt het extra zichtbaar, denk ik. Maar we zijn al wel wat langer bezig om deze aanpak uh, uit te smeren. Ik, ik ben wel overtuigd dat het wel een, uh, de juiste aanpak is. Omdat je dan ook klaar bent voor de langere termijn. In plaats van wat je zegt elk jaar maar een stukje doen en elk jaar uh, maar bezig zijn. Terwijl je eigenlijk niet het verschil ziet als gast. Terwijl als we het in één keer aanpakken, en denk straks als de Piranha ook weer klaar is. Dat we echt weer kunnen laten zien: zie, kijk, eens, uh, kijk eens hoe deze attractie er weer bij staat. En hoe die de komende 10, 20, misschien wel 30 jaar nog uh, kan, uh, kan doorgaan. Want volgens mij worden de meeste attracties gebouwd... met het idee dat die 20 tot 30 jaar meegaan. Als je geen onderhoud eraan zou plegen, zeg maar. Dat betekent natuurlijk dat eigenlijk de afgelopen 10 jaar... heel veel van de jaren 80, 90 attracties... dat die allemaal aan de beurt aan het komen zijn. Het is op ook wel logisch dat we dat op dit moment meer zien... op grote schaal, zeg maar. Ja, want zeker in de jaren 80 heeft de Efteling dus enorm geïnvesteerd. Elk jaar was er een grote attractie. Dus die komen nu ook allemaal achter elkaar of, of tegelijk. Uh, dat is zeker waar. Plus dat, ja, je zegt ja, voor 20, 30 jaar... Ik, ik denk dat de, de hele attractiewereld nooit echt heeft stilgestaan van hoe lang gaat nou een attractie mee. Dat is wel trending topic binnen onze afdeling. Wat is nou end of life? Hè? Wanneer is het nou klaar? Uh, kun je dat nog blijven onderhouden? Uh, dat is ook wel de, de gesprekken die ik voer toevallig met, uh, andere attractie, met de attractiebouwers of met andere parken. Die zitten een beetje in datzelfde schuitje. Het is alleen, ja, ieder park heeft daar zijn eigen strategie voor. Alleen wij koesteren binnen Efteling natuurlijk al watgene wat we hebben. Waar we groot mee zijn gewee, uh, geworden. Alleen ja, soms uh, uh, moeten we helaas afscheid nemen. En uh, ja, het is bijzonder hoe dat dan soms ook uh, in de media aan aandacht uh, voorbij komt. Uh, uh, dat is soms wel eens uh, bijzonder. Uh... Ja, je haalde net wel, eigenlijk wel een mooi punt aan. want Je haalde Fantasialand aan als voorbeeld. Ja. Van uh, een plek waar oude attracties verdwijnen. En dan voor iets totaal nieuws worden vervangen. Maar als ik die Attracties vergelijken die daar zijn verdwenen, in ieder geval met degene die in Efteling staan, dan is er in Efteling toen de tijd al eigenlijk nergens op bespaard. En is de, moet ik zeggen, de aantrekkelijkheidsduur die is een stuk langer al dan wat die attracties in Fantageland hadden, natuurlijk. Dus dat is al een ook een andere aanpak vanuit de grondbeginselen van de Efteling, misschien wel. Maar ja, dan is de vraag natuurlijk: wanneer is een attractie afgeschreven? Is een attractie uh, economisch afgeschreven? Is die technisch afgeschreven? Is die. Heb je, heb je zoiets heen als qua beleving afgeschreven? <laughs> ja, dat is een hele goede inderdaad, Tim. Maar eh, nou, vooral, het, vooral economisch en technisch, hè, dat zijn vaak de, de basisbeginselen van, voor het afscheid nemen van een asset. Maar ook zeker, ik denk dat de gastwaardering eh, ook wel belangrijk is. Kijk, het, het kan een prachtige, mooie attractie zijn die economisch nog niet afgeschreven is en technisch niet. Maar ja, als de gast het niet leuk vindt of er niet meer in gaat. Of, of dat de gastenrijk omheen loopt. Ja, dan moet je jezelf wel afvragen: ga je hier nog geld in stoppen? Of is het gewoon tijd voor iets nieuws? Ja, het, het is wel mooi om te zien dat het Sprookjesbos waar we mee begonnen zijn nog steeds actueel is. En dat er ook de, de kindjes van nu het nog steeds zo mooi vinden. als de kindjes bij de opening van het Sprookjesbos. Maar ik denk wel zeker dat er een aantal attracties zijn die op een gegeven moment ja, uit de tijd zijn. En ja, dat de beleving dan zegt: doe maar iets anders. Jullie hebben de afgelopen paar jaar natuurlijk ontzettend veel uh, attracties en restaurants enorm grootschalig uh, aangepakt. Um, heel veel achterstand weggewerkt, denk ik ook. Is het dan ook zo dat jullie een soort stip op de horizon hebben van over een paar jaar? Dan is eigenlijk alles op een bepaald niveau en dan hoeven we eigenlijk alleen nog maar een beetje bij te houden. Ik ben bang voor niet. ik ben bang van niet, nee, Tim. Het zou mooi zijn. Uh, die, uh, dat zouden we zeker willen nastreven. Alleen, ja, goed. Met onderhoud is ook nog steeds: zal het altijd blijven dat het blijft bestaan? Hebben we het preventieve onderdeel uh, op orde, dan zal het correctief altijd nog wel ergens der, uh, uitdagingen met zich meebrengen. Nee, ik denk dat de Effling blijft ontwikkelen en blijft bewegen. Uh, en dat ons werk nooit stopt. Maar dat maakt het ook juist zo mooi. We zijn natuurlijk ook heel erg benieuwd hoe die uh, meerjaarse planning nou tot stand komt. Want je noemde net al een aantal onderdelen. Je hebt de, ja, de manuals, de handleidingen van de leveranciers. En um, nou, je ziet zelf ook gewoon uh, aan die conditiemetingen uh, uh, dat het nodig is misschien. Maar Ik kan me ook voorstellen, vooral met dan het moment in het jaarplannen en zo, dat de exploitatie zelf daar heel erg op zit. Want die hebben natuurlijk bepaalde momenten van het jaar dat ze weten dat een attractie misschien minder gebruikt wordt. Of dat die sowieso uh, niet zo heel populair is. Wat voor dingen komen er allemaal bij kijken? Welke elementen zijn allemaal belangrijk bij het maken van die planning? Ja, die zijn er best wel veel. Um, het voordeel is, ik heb het ooit zelf op me opgezet, dus ik weet er gelukkig een klein <laughs> beetje iets vanaf. Um, nou ja, er zijn verschillende facetten die van, uh, van toepassing zijn. Het is ook welke periode van het jaar. Hè? Soms kun je geen onderhoud uitvoeren in een bepaalde periode, of soms is het juist heel erg gewenst in een bepaalde periode. Hè? Dus dat. Juist in het laagseizoen, waar er minder gasten zijn... is het wat makkelijker om wat meer locaties in onderhoud te hebben... als dat het heel druk is. Dus daar kijken we naar. We kijken ook naar het soort attractie. He, dus dat je probeert te voorkomen... dat je bijvoorbeeld alle achtbanen uit de lucht hangt. Omdat je daar bepaalde... Doelgroepen daar graag in willen. Dus die doelgroep is zeker belangrijk. Dus ook met kinderattracties is dat. Of met binnenattracties. Want ook in de winter zijn vaak de binnenattracties. Ja die zijn altijd beschikbaar. Terwijl de buitenattracties soms onderhevig zijn aan weer, waardoor ze niet kunnen draaien. En we hebben ook eigenlijk een gradatie gemaakt binnen, onze, binnen eigenlijk al onze assets. Wat zijn nou onze belangrijkste assets en iets minder belangrijke assets? Dus niet dat er uh, dat is eigenlijk vooral in, uh, gemaakt zodat je wel de mogelijkheid hebt om meer assets in onderhoud te hebben. Dus uh, en een voorbeeld is: Droomvlucht is een heel populaire attractie of veel een draak. Ja, de, en als je dat dan weer afzet tegen bijvoorbeeld de speeltuin of uh, of tegen een Sirocco uh, 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 of zo, weet je wel. Dus daar zit wel echt een verschil in. Dus we proberen wel op basis daarvan te kijken welke locaties sluiten we tegelijk. Plus dat we nog geografisch kijken. Dus we kijken echt vanaf een platte grond van boven. Waarin we kijken, ja goed, kunnen we uit een bepaalde hoek uh, voorkomen dat een hele hoek sloot is. Dat je niet als je binnenkomt en dat je eigenlijk al de eerste 150 meter alleen maar sluitingen van uh, locaties hebt. Want dat ziet er soms ook heel raar uit. Dan is misschien het aantal locaties wat in onderhoud is vrij weinig. Alleen omdat het allemaal gecentreerd is op één punt. Ja, daar kan het ook wel eens heel intens zijn. Dus... Zeg maar, al die facetten zijn wel belangrijk. Dus wat vindt onze interne gas belangrijk? Wanneer wil exploitatie graag een bepaalde beschikbaarheid van een locatie? Inderdaad, welke periode? Wat voor soort? Nou, al die dingetjes bij elkaar, daar maken we een soort conceptplanning van. En die stemmen we dan weer af met alle gebruikers. Oké, okay, is dat nou wens? Of heb je hier nog een paar uh, 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 ideetjes daarover? He, bedoel, we hebben bijvoorbeeld bepaalde schoolreisperiodes... waarin bepaalde attracties uh, juist heel erg populair zijn... Nou, en dan proberen we daar uh, uh, een nou, gezonde balans in te vinden. Alleen, ja, goed, uh, het is nooit fijn. Want als je hier naar de Efteling komt, hoor je graag in een, uh, in een specifieke locatie uh, bezoeken. Ja, en dan zijn wij weer bezig met onderhoud. Ja, dat, uh, dat voorkom je niet. Ja, jullie monitoren bij het maken van de jaarplanning wel van wat is wat is de gastbeleving ja. uh, iedere maand, zeg maar, als het ware. Ja, we proberen echt naar al die facetten te kijken om een, nou, een goede balans te vinden. Ja, in, uh, die balans lijkt voor sommige fans soms echt zoek. Nou ja, goed, uh, uh, er zijn ook meerdere redenen waarom soms ook onderhoud uitloopt. Waardoor we ook uit onze planning lopen. En, en, een, en een planning is nooit in steen gehakt. Ik bedoel, het is altijd een rode draad waarin we proberen uh, um, ja, ons eigen aan die afspraken te houden. Alleen als we alles van tevoren wisten, ja, dan, uh, dan zou de wereld een stuk makkelijker zijn. denk ik. Ja en als je het hebt over beschikbaarheid van een aantal attracties, dat ook een optelsom is. Hè. Je hebt inderdaad die attractie die eruit liggen vanwege onderhoud. Je hebt ook misschien hardnekkige storingen waar je mee zit. Misschien de weersomstandigheden. En dan kan het inderdaad wel eens lijken dat het een enorme opeenstapeling is van gesloten attracties. Maar aan de andere kant, als alles open is, dan hoor je ook niemand. Dus... Nee, ja, het typeert wel dat het vooral gaat over hetgene wat niet goed gaat. Alleen ik denk, zo kijk ik vaak naar de wereld van de Efteling. Als ik zie hoe de, de, de locaties erbij staan, hoe de assets onderhouden zijn. Ik denk, goed voorbeeld is daar het Sprookjesbos. Ja, daar hebben we zoveel mooie stappen gemaakt. Ja, daar, daar, daar kun je alleen maar volgens mij trots op zijn. En ook, uh, ook alleen maar naar kijken van zie je wel. We zijn echt wel het juiste aan het doen om, uh, om het bos in ieder geval wel uh, weer klaar te maken voor de volgende generatie. Ja. ja, één ding is zeker. Als je nooit onderhoud uitvoert, dan gaat het uiteindelijk allemaal kapot. Ja, daar <laughs> hebben we veel voorbeelden van. Uh, <laughs> ook in de buitenwereld. Hey, ik geef net aan dat er bepaalde periodes zijn waarin bepaalde attracties niet onderhouden kunnen worden. Heb je daar wel voorbeelden van? Nou, vooral als je echt kijkt naar bouwkundig onderhoud, hè. Schilder, uh, schilderwerk aan de, aan de buitenzijde. Ja, als het vriest, dan uh, moet je vooral niet gaan schilderen. Doe je dat wel, dan uh, kun je de dag erna weer gaan schilderen, zeg maar. Dus dan valt er alles vanaf. Dus daar kijken we naar. Hè. En maar bijvoorbeeld ook uh, als er vorst is uh, en uh, bijvoorbeeld de grondwetten uh, ja, vriest uh, dicht. Ja, dan is uh, het vrij lastig om ja. onderhoud te gaan doen aan de techniek onder water. Het water is misschien iets ja. te koud om daar mensen in te sturen. Zeker weten. Ik, volgens mij worden jullie daar wel flexibeler in, hè? want jullie gebruiken steeds meer tenten en stijgende constructie die jullie insielen om toch in de winter te kunnen stukken schilderen, inschaduwen. Nou ja, we proberen het stukken en schilderen en inschaduwen vooral te voorkomen. In sommige gevallen uh, gaat het niet anders. Ik moet zeggen dat het weer ons soms ook wel uh, meehelpt, hè? want uh, het vriezen is tegenwoordig alleen nog maar in januari, februari. Hè? Vroeger was dat in november en december nog wel eens of zo. Dus we proberen daar inderdaad soms ook wel flexibel mee te zijn. En ik denk ook, omdat we het hele jaar open zijn en we het hele jaar ook onderhoud uit kunnen voeren, dat ook de kwaliteit van ons onderhoud ook alleen maar beter is geworden. Dus dat we ook soms echt in periodes onderhoud kunnen uitvoeren, terwijl dat vroeger niet kon. Want dan vanaf april waren we open en dan was het tot en met oktober en dan deden we ook echt niks. Want uh, ja, dan uh, daar kon er ook geen onderhoud uitgevoerd worden. Dus vanuit ons perspectief denk ik dat het ons heel veel gebracht heeft dat we het hele jaar door. Uh, open zijn. A voor de spreiding, voor de gast, hè, dus dat het niet meer van die extreme drukte zijn, en dat wij vanuit onze kant, op het moment dat we onderuit moeten of willen uitvoeren, het ook kunnen doen. Als het in de tijd dat Efteling nog niet het hele jaar open was, misschien ook wel lastig, omdat je dan die winter nog tussendoor had. Nou ja, dat inderdaad. Uh, dat was heel lastig. Plus dat je het allemaal concentreerde in een hele korte periode. Dus dan had je eigenlijk uh, je technische dienst keer vier nodig mm. om al mm. het werk uh, voor elkaar te krijgen. En nu is het veel meer spreiding, waardoor je ook kunt kijken naar nou, waar zijn wij nou uh, zelf heel goed in. Welk specialisme hebben we nu zelf? En dan kun je dus ook meer spreiden. Dus ook uh, een voorbeeld daarvan, de show onderhoud. We hebben onze eigen animatronics monteurs. Nou, ja, dus dat je dat door het hele jaar spreidt, kunnen zij het hele jaar onderhoud uitvoeren. Terwijl in het verleden moest dat dan allemaal in die winter. Ja, dan moest eigenlijk iedereen maar mee gaan sleutelen aan animatronics. Nou, ik denk dat het beter is om de specialisten te laten. Doen. Wat is de rol van exploitatie en bepalen van uh, de onderhoudsplanning? Want ik kan me voorstellen dat die misschien tegen zaken aanlopen... die qua conditie gewoon helemaal in orde zijn... maar waarvan ze zelf gewoon vinden dat ze niet handig zijn... of dat er echt iets aan moet gebeuren. Ja, zij zijn vooral het, uh, de spreekbuis namens de gasten. Dus zij gaan kijken echt vanuit die gastbeleving. Uh, is er niet te veel dicht? Uh, of hoe, hoe, hoe staat het erbij? Hè? Ook, ook de manier hoe we zaken afzetten met, uh, met onderhoud... En uiteindelijk zij zijn ons, ja, dat zijn eigenlijk onze gasten. Dus het is vooral aan hun heel belangrijk dat ze aangeven. Ja, wat vinden jullie nou echt belangrijk om het juiste product te kunnen opleveren? Met welke prestatie daarbij hoort? Dus voor mij is dat een hele belangrijke factor in het bepalen van wanneer wij onderhoud uitvoeren. Je had het net over de planning in de zin van de jaarplanning. Wanneer sluit welke attractie voor onderhoud? Maar daar zit natuurlijk ook een soort van onderhoudsplanning achter. waarin jullie, denk ik, een aantal jaar vooruit plannen. van wanneer heeft welke attractie welk onderhoud nodig? Ja, die hebben we inderdaad ook. We dus we hebben na een meerjaren onderhoudsplanning. waarin we. Nou, voor de komende jaren hebben vastgezet. Nou, welke grotere klussen uh, staan er in het, uh, in het verschiet. Ik uh, we moet wel zeggen dat we. we hebben dan het echt over het jaartal. nog niet over de periode. omdat het is altijd. het totaalpakket bepaalt de planning. Dus er zijn meer zaken die van invloed zijn op, op, op die onderhoudsplanning. Dus het zou mooi zijn als ik nu al kon zeggen in 2028, in februari, gaan we dit, deze locatie onderhoud nemen. Zover zijn we nog niet. Um, maar wel dat we wel weten dat we al eerder projecten gaan opstarten. om, ook die, um, om die klus ook te gaan voorbereiden. Want je kunt je voorstellen, zo'n zo klus als nu bij de Piranha. Ja, dat loopt al enige jaren. Ja, ik kan me ook voorstellen dat juist die grote onderhoudsbeurten. dat die al in de tijd zijn gepland. omdat daar ook grote kostenposten bij. Horen. Ja. En dat die dan wel meer verspreid liggen door de jaren. Pas want alles zich geconcentreerd op één plek. Ja, ja zeker weten. En, en daar heb ik in het verleden ook al eens meerjaren onderhoudsplanningen gemaakt. Maar dat was dan vaak voor een brandweerkazerne of voor een gemeentehuis. Of voor nou, dat soort simpele objecten. waarin je 25 jaar vooruit keek. En eh, ik keek van nou, dan moet, uh, moet het schilderwerk gebeuren. Dan het dak, dan dit, dan dat. Dat was vaak op een aantal aardrietjes. Maar ik kan me voorstellen dat die meerjaren onderhoudsplanning. voor de hele wereld van de Efteling, dat dat uh, meer is dan een paar aardrietjes. Ja, we, we, we krijgen het nog uitgeprint op een A0. Dan heb je nog net geen vergrootglas nodig. Dus je kunt het dan wel lezen. Maar we, in basis beginnen we vaak wel in, wel een, in projects. Hè, dat, dat we een, een, een overzicht genereren. Maar we hebben tegenwoordig ook een programma heet Thingworks. Waarin we vanuit, die, vanuit het, de, plat, ja, de parkplattegrond kunnen bekijken. Dus dan kunnen we per week dan zien wat dan de impact is. En dan in kleurtjes kunnen we zien of is is een object gesloten of niet. Uh, het is ook een soort communicatiemiddel. Hè? Dus dat, uh, kijk, op een, op een A0 uitprinten, ja, dat is mooi dat je ziet wat er in onderhoud is. Maar voor veel mensen geeft dat niet het inzicht en het overzicht. Vooral die vertaling naar die platte grond zorgt er wel voor dat ook onze uh, afdeling goed snapt. Van oké, okay, ja, maar waar staan dan hekwerken? Dus we kunnen ook zelf hekwerken intekenen op die platte grond. Zodat je nou, kunt laten zien, dit is de impact voor de gast. In plaats van dat je rondloopt en dan staat het hekwerker al ja, en dan, ja, als je dan nog iets moet gaan doen, dan ben je eigenlijk altijd te laat. Als je ons nu gaat vertellen dat er dan ook een soort scrollbalkje bij is waarmee je de tijd kunt scrollen en al die velden, die vlakken zo kunt gaan zien ja, veranderen, je... dan wordt Tim helemaal gek denken. Ja, <laughs> <laughs> dat denk ik ook. Ja, je kunt per week kun je de parkplattegrond oproepen en dan zie je zeg maar een overzicht waar in welk gebied is er onderhoud en wat voor soort onderhoud uh, plus, dan ook wie zijn de contactpersonen, wie is de werkvoorbereider, wie is de projectleider. Dat je, het is echt een communicatiemiddel. Dus als je vragen hebt, je ook gelijk weet, bij wie moet je zijn. En ik neem aan dat wij na de aflevering even een inloggegevens krijgen. <laughs> ja, dat zou mooi zijn, hè? Is wel makkelijk voor onze planning in het draaien. Oh ja, inderdaad. Ja. Ja. Hey, maar is het nou ook zo dat jullie echt van, van iedere asset weten. in welk jaar dat die asset uh, schilderwerk nodig heeft? In welk jaar dat er uh, bij die achtbaan de ketting vervangen moet worden? Is dat allemaal al vooruit gepland in de tijd? In basis wel, maar we weten echt niet alles. Hè. Want ook, uh, ik zeg al, we hebben een heel groot pakket. Um, en ook uh, in, in de wereld van onderhoud, ook wij vergeten wel eens iets of hebben niet alles op ons vizier. Dat, uh, um, ja, waar men werkt, maakt men ook wel eens fouten. Dus dat doen wij uh, als geen ander. Um, maar we hebben wel een goed overzicht, inderdaad, wanneer de grootste kostenposten komen. De, vooral de verandering die we hebben we zeiden we nou we gaan nu meer naar een grootse aanpak wat het lastige is is dat je dat, dat onderhoud naar elkaar toe gaat schuiven nou oké okay, weet je al eerst was het verspreid nu ga je het naar elkaar toe schuiven maar wat is daar de impact van want je wil eigenlijk niet dat een ketting van de python twee of drie jaar eerder vervangen wordt dan echt noodzakelijk want het gaat wel over serieuze kostenposten ja. Maar je wil ook niet elk jaar bezig zijn met de piet ontsluiten, drie weken. Omdat we dan moeten we de ketting en dan moeten we de remmen en dan moeten we de treinen. Dus, dus we proberen daarna te kijken om een balans te vinden tussen de, om dat te kunnen, kunnen combineren. En dat, dat maakt het soms wel eens complex. Uh, maar ik denk dat we wel inmiddels een goed inzicht hebben over wanneer we wat moeten doen. Ja, dus er is misschien grofweg een soort van potloodplanning. Dit is waarschijnlijk het moment waarop we dingen moeten gaan doen en die komen we hopelijk ook nog samen. Alleen als je van die conditiechecks doet, dan kan het dus zijn dat dingen misschien opgeschoven moeten worden. omdat ze sneller achteruit gaan dan verwacht. Ja, ja, soms eerder of soms ook juist net later. Hè. Dus uh, we hebben echt ja. wel een grotere klussen gehad. dat we dachten, oh, dat moet erin. En toen bleek het gewoon een hartstikke goede conditie te zijn. Ja, dan moet je ook het besluit kunnen nemen. Ja, we gaan het uitstellen. Want ja, goed, uh, dat geld waar je niet hoeft uit te geven. kun je ook weer in andere dingen stoppen. Want jullie weten zoveel dat je bij wijze van spreken met één druk op de knop heel de planning zou kunnen uitdraaien. Maar die moet wel flexibel blijven vanwege dat soort situaties. Ja, ja en of ook de ontwikkeling in een park. Hè. Uiteindelijk zijn er. Uh, we zeggen de klant blijft koning. Hè. Dus dat, dat is natuurlijk ook onze gebruikers. Als die een bepaalde wens hebben die in één keer uh, op kon poppen, ja, dan proberen wij daar als onderhoudsclub wel op te anticiperen. Uh, dat is denk ik één. En, uh, en twee is. Uh, ja... Uh, uh, het blijft altijd onderhevig aan veranderingen. Uh, uh, als er uh, onverhoopt een, at uh, een, een, een attractie wat langere storing heeft gelegen, waardoor hij minder draaier heeft gemaakt, ja, kan het onderuit ook naar achter. Dus het is altijd uh, wikken en wegen, uh, maar soms ook eerder. Hè? Dus soms willen we het trein onderuit naar voren halen, omdat we anders midden in het hoogschoen uitkomen met, uh, met, een, met, een, met een rittenbeurt. Ja, dan kies je ervoor om dus eerder onderuit uit te voeren. Nou, goed, dat spel blijft altijd. Ik kan me voorstellen dat nieuwe ontwikkelingen in het park er ook wel invloed op hebben. Als we kijken naar de bouw van Dans van daar er zijn heel wat padenstructuren en zoveel veranderd. En daar staan ook dingen als bankjes, verlichtingen en zo naast. Dan komen we hier ook uh, om kijken. Ja, ja dus daar, uh, daar anticiperen we zeker op. Uh, als we inderdaad een bepaald gebied bezig zijn, is het dan soms verstandig om toch mee daar aan de gang te gaan. Dus. Ja, elk jaar is wel uh, is weer een uitdaging. Dus we beginnen met uh, een druk op de knop. Je draait uit wat je wil gaan doen. Maar dat is ook die rol van die maintenance engineers. Dat zij weer gaan beoordelen. Is dit echt het juiste? Uh, is het verstandig om nu te doen? Of uh, door de ontwikkeling die er spelen. Hmm, misschien is het verstandiger om het een jaar of twee uit te stellen. Omdat we dan weer uh, een project gaan draaien uh, in die hoek. En dan is het veel verstandiger om het dan mee te pakken. En dat zijn ook de mensen die uh, in beeld brengen van hoeveel vierkante meter dakbedekking hebben, hoeveel uh, vierkante meter kozijnen hebben, hoeveel ja. schilderwerk en, en wat is daar de staat van. Ja, exact. Gaan kozijnen per vierkante meter? Ja, verstrekkende meter volgens mij. In, ja, Tim. Klinkt <laughs> ja, ik, ben al, ik ben er al een tijdje uit. <laughs> <laughs> maar dat zijn dus de mensen die ook met een, een fotocamera en een opschrijfblokje door het park lopen en kijken van hoe uh, even voelen hoe het schilderwerk erbij staat. Ja. Wat jij iedere woensdag doet. Ja, maar dan niet betaald. <laughs> Hey, ja. we zitten, terwijl we dit opnemen, is 2024. Ik neem aan dat jullie al een aardig beeld hebben van wat je dit jaar aan, aan onderhoud gaat doen. Hebben jullie dat ook al in beeld voor 2025, 2026, 2027? 20, 20? Of hoe ver werken jullie vooruit? De grote brokken hebben wij tot 2030 zelfs uh, wel in, in beeld. Um, alleen je ziet wel dat er elk jaar altijd weer dingetjes oppoppen, waardoor die, uh, die planning in beweging blijft. Maar de basis staat. En dat, die basis is wel de, de rode draad die we al een aantal jaren hanteren. En dat is prettig, want het zorgt voor een aantal zaken Is en dat je op tijd begint met je voorbereiding. Plus dat je weet wanneer je grote uitgaves uh, gaat doen. Uh, en dat je ook de juiste materialen uh, en materieel ter beschikking hebt. Want nou, wat ik zei, het zijn, uh, als je naar attracties kijkt het zijn er prototypes. En die onderdelen liggen helaas niet overal op de plank. Dus... En hetzelfde geldt natuurlijk lijkt me ook voor het aanhaken van leveranciers. Uh, zeker die attractiebouwers die zitten natuurlijk ook uh, stampvol met alle orders die ze al hebben. En dan komt het onderhoud er nog bij. En ja, Jullie weten al je, meerdere jaren van tevoren soms dat je iets wil gaan doen... Hoe vroeg worden die aangehaakt? Nou ja, zo vroeg mogelijk. Dus als we op het moment dat we een project gaan starten, dan en het gaat over een specifieke attractie met een attractiebouwer, dan zeggen we eigenlijk al in de opdracht: van god, dit is onze leverancier en haak hem aan. Wat je wel merkt is dat, dat onze attractiebouwers in ieder geval wel gewend waren om vooral te verkopen. En die beginnen nu ook te ervaren dat de wereld om hen heen, dus alle attractieparken. Uh, ook meer behoefte hebben aan een speciale uh, specialisatie op het gebied van onderhoud. Dus ook daar zie je wel een kentering, uh, ook bij de bouwers, dat ze beginnen te ervaren: hé, hey, uh, um, oh, er is ook echt een bepaalde behoefte die, die we eerst niet kenden. En uh, een attractiebouw bijvoorbeeld, uh, Vekoma, is daar ook al veel meer mee bezig. Dus dat is wel gaaf dat ook zij nu al vol in ontwikkeling zijn. Van hoe ga je dan dan mee om? En hoe kun je dan eigenlijk je, je klanten blijven bedienen? In plaats van alleen maar het verkopen van een, van een attractie. Ja, en toen werkte er van Audit eh, Intermin heeft een Piranha geplaatst in de Efteling. Is het dan zo dat daar een soort onderhoudscontract bij is, dat er al uren vooraf zijn ingekocht? Nee, nee, eigenlijk niet. We hebben binnen de wereld van de Efteling... deden we voornamelijk het onderhoud zelf heel veel. Nou ja, we zijn inmiddels zo groot geworden dat we ook echt wel afhankelijk zijn van, van derde partijen die ons ondersteunen in het onderhouden van, van installaties. Soms omdat er gewoon een bepaalde specialisatie is die we zelf niet hebben. Maar wat je wel merkt is dat. Um, zeker in de beginjaren, dat ja, we kochten daar een attractie. Hetzelfde een beetje als uh, als je koopt een auto. Uh, ja, dan uh, ging je ook niet altijd naar, uh, naar de leverancier, maar ging je ook naar de lokale uh, dealer om de hoek en liet je hem daar onderhouden. En dat is ook jarenlang ook prima geweest en goed gegaan. Alleen je merkt nu dat er uh, assets zo oud horen ja, dat je een ander soort onderhoud nodig hebt, behalve de paar bandjes wisselen. Uh, en een paar deurrubbertjes uh, komt nu de grote constructie die vaak uh, aan de beurt is. Ja, en dan moet je toch echt wel weer terug naar die uh, originele bouwer. En dan komen ze gewoon op projectbasis zo'n uh, zo project meedraaien? Ja, ja, dan gaan ze een project meedraaien dat. Dan denken ze bij Intermin, dan heb je de Efteling meer joh, met, met gedoe, met onderhoud en, uh, en opknappen. Koop nou eens gewoon iets nieuws. Al die Flying Islands hebben we al aan de grond gezet, kan die van de Efteling ook gewoon niet naar de grond. <laughs> nou ja, het blijft nog steeds zo hoog gaan. Ja. <laughs> Je vertelt net dat jullie eigenlijk tot 2030 al een beetje de onderhoudsplanning in potlood op papier hebben staan. Kan je ons eens meenemen hoe loopt dat proces? Hoe maak je dat dan? Hoe neem je dan die beslissingen? Ja, dat is een goede, goede vraag, Tim. Dat, dat, ik kan niet een eenzijdig antwoord op geven. Maar wat het wel is, is vooral dat je, omdat je die condition based maintenance, dus dat je een goed beeld hebt van die, van die panden, kun je in ieder geval wel alle potloodjaartallen gaan inschatten. Uh, dus daar beginnen we mee. dus eigenlijk een overzichtlijst van ja, wat hebben we nu allemaal nog... en wanneer is wat aan de beurt. Plus dat we ook uh, gezien hebben dat we uh, dingen groots aan willen pakken. Dus we hebben er inmiddels een aantal gehad. Dus we willen er nog een aantal doen. En die proberen we dan ook te gaan verdelen. Um, en waarom we dat ook doen is... Um, de verdelen is dat je, je kunt geen tien grote assets per jaar happen qua onderhoud. Dat is, dat is al bijna niet te doen. Gewoon qua capaciteit niet en, uh, en, en qua mensen die we hebben werken... Plus dan de impact hè, voor onze gasten is natuurlijk enorm. Dus daar kijken we ook echt naar hè, van hoeveel assets komen we dan groot. We hebben echt wel een aantal assets gehad die op hetzelfde jaartal vallen. Nou, kan, die, kan die ene iets naar achteren en misschien die andere iets naar voren, waardoor we meer spreiding krijgen. En is we, daar, Wat is dan het aantal waarvan je zegt van nou, dat is echt een max aan echt grote onderhoudsprojecten op jaarbasis? Ja, dat, dat, nee, daar hebben, helaas hebben we dat niet. Uh, dat komt ook weer een beetje, omdat het zo afhankelijk is van wat, hoe groot de klus is. Um, dus we, uh, we hebben bijvoorbeeld Droomvlucht gehad, dat is heel groot. Hè. We zijn natuurlijk bijvoorbeeld nu bezig met de Piranha. Ja, zo groot hadden we hebben ook in het verleden niet zo vaak dit soort grote klussen gedaan. Dus we, we zijn daar nog wel een beetje in de kinderschoenen in ervaren van waar zit de grens. En dat is gewoon vooral belangrijk dat je met, samen met de projectleiders gaat be bekijken. Maar ook met de, de teamlead van uh, Alteen Projecten en engineering van jongens. Ja, hoeveel kunnen we nou met elkaar aan? En ja, natuurlijk huren we ook in, hè, daar hebben we capaciteit nodig hebben, maar ook daar zit een plafond in. Dus dat, dat is eigenlijk, ja, dat is samenwerken. Hè. Proberen met elkaar gewoon de juiste balans te vinden tussen het aantal projecten. Maar ook vooral ook de impact voor onze gasten. Want ja, we zijn vaak maanden dicht en dat is wel uh, serieus. Dus zo zijn we dus eigenlijk aan het kijken per jaar een balans te vinden tussen wat nodig is en, uh, en wat we aan kunnen. Dus dat is wel elke dag wel een gesprek bijna over hoe gaan we dat dan met elkaar doen. Want soms heb je ook wel tegenvallers. Uh, of... Uh, omdat er meer werk is dat, dat we vo voorspeld hebben. Dus hoe gaat dat? Ja, vooral heel veel in overleg. En vooral veel brainstormen over wat er zou daar het beste in zijn. En soms wordt zegt onze afdeling uh, exploitatie. ja, jongens, uh, dat is wel een beetje veel. Hè? Kan het niet wat minder? Ja, dan moeten we weer terug naar die tekentafel. Of misschien dat ons direct zegt... ja, we willen niet zoveel geld uitgeven in standhouding. Ja, het mag wel wat minder. Ja. Dus dat al die facetten... Uh, al die radartjes, daar moeten we aan draaien. En, uh, en, en dan bepalen we eigenlijk pas in het jaar daarvoor echt wat we in het jaar erop gaan doen. Ja, ik kan me voorstellen dat aan al die, eigenlijk die hele planning in potlood, dat daar niet alleen in staat van wat moet wanneer gebeuren en welke attracties zijn dan tegelijk dicht, maar ook natuurlijk de euro's. De euro's, inderdaad, maar ook de, de lengte van sluiting, maar ook welke uh, nieuwbouwinvesteringen gaan we doen. Weet je wel, dat ook, uh, jullie hadden het straks over Dans Kamer heeft wel degelijk impact uh, op de omgeving. Dus daar kijken we dus ook naar. Dus waar willen we nieuwe dingen gaan doen? Waar gaan we onderhoud uitvoeren? Waar zitten de vakanties? Zowel voor ons Nederlandse, maar ook onze Belgische gasten. Ook daar kijken we naar. Dus al die facetten, daar kijken we naar om een balans te vinden. En wat is dan het moment dat jullie echt de klapper opgeven van dit gaan we volgend jaar doen? Dat is meestal. Uh... Einde het jaar, november, december, waarin we echt wel naar uh, intern presenteren: dit is ons plan. En daar vragen we dan officieel akkoord op. Zodat we, ja, dat het niet ons besluit is, maar dat het een, een, een bedrijfsbesluit is. En dat gaat dan om het jaar daarna of nog verder? Nee, voornamelijk om het jaar daarna. Dus dat we echt gaan kijken: naar het jaar daarna zit het allemaal uh, in orde, omdat je dan alle, uh, een goed beeld hebt van, van alle activiteiten. Hè? Wat ik zei, hè? van alle feestjes en alle zaken die er allemaal spelen. Uh, en dan kun je ook daar een goed besluit over nemen. Het is het plan. Dus ik kan me voorstellen dat zeker in het tweede deel van het jaar er nog wel wat ingeschoven kan worden als het nodig. is. Ja, ja, eigenlijk is onderhoud altijd onderhevig aan veranderingen. <laughs> <laughs> er is, uh, ik zit vandaag tegen, tegen, tegen jullie te vertellen hoe het zit, en morgen is het alweer anders. Dus dat, maar dat maakt mijn, uh, mijn werk ook leuk, vind ik. Weet je wel, we. we er is geen dag hetzelfde. En vooral uh, dat deel van, uh, van techniek maakt het zo mooi. Het, 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 misschien is daarom jouw passie, Tim, misschien ook wel binnen dat onderhoud dat het, dat het zo onderhevig is aan veranderingen. En dat vraagt gewoon heel veel aan, aan, aan denkvermogen en aan uh, flexibiliteit van de mensen die ermee bezig zijn. Ja, laat ik me niet gaan orreren wat ik zo interessant vind aan onderhoud. Dat heb je al een keer gedaan. Dat ja. dat een keer gedaan. Precies, precies. Hey, hoe gaat het dan in zijn werk met de onderhoudsbeurten waar, waar, waar twee jaar voorbereidingstijd aan vooraf gaat? Want daar kan je niet van in november of december zeggen, gaan we dit volgend jaar doen of niet. Nou ja, die hele grote inderdaad, dat is een goede vraag, Tim. Scherp weer. De, de, de zaken die echt wat groter zijn, die starten we al eerder op. Dus daarmee beginnen we. Nou, ik krijg van de mensen engineer een, een scope van werkzaamheden die we moeten uitvoeren. Daarvan kunnen wij in in schatten Wat geld, doorlooptijd, maar ook uh, voorbereidingstijd uh, noodzakelijk is. Dus dan schrijven we vanuit planning meer een scope aan uh, een onderhoudsproject. En die dienen we in dit geval eigenlijk altijd in bij de afdeling projecten. Omdat het dan vaak wel over grotere projecten, dus multidisciplinair zijn. Uh, uh, toch ook een grote financiële impact vaak heeft. En die starten we dus al veel eerder op. Dus een projectteam gaat dan al gefaseerd aan de gang. Uh, ik weet niet of jullie alle fases kennen, maar we hebben in ieder geval de. In dit geval beginnen we dan met een A-fase waarin we een, een, al een voorbereiding gaan krijgen. Oké, okay, is het haalbaar in die tijd nog? Want ja, soms is twee jaar zelfs nog te kort. En zo per fase gaan we dat doorlopen totdat we eindelijk in de D-fase komen. Dat is de uitvoeringsfase. Dus vergelijken is vergelijkbaar met een, een project dat vanaf nul start? Ja, ja het enige verschil is dat nul, ja, want het is er al. Dus dat ja. is, bij ons is nul niet nodig. Dus dan beginnen wij met A. Ja, nul is eigenlijk je onderhoudsinspectie toch? Ja, dat, dat klopt. Alleen als je naar project kijkt, is nul dus eigenlijk de initiatieffase. Dus dat is het ontwikkelen van iets nieuws. Hè? Dus Dans met Kamer is een nul fase. Maar ja, wat willen we daar eigenlijk gaan maken? En in ons geval is dan Dans Kamer er al. Dus dan zeggen we de A-fase is de voorbereiding van wat we zouden moeten gaan doen in onderhoud. Misschien even een interessante vraag ook tussendoor. Op welk moment wordt uh, een nieuwe ontwikkeling uh, ja, jullie zorg, om het zo maar te zeggen? In het hele verre verleden, en dat is het verre verleden, hebben we het over tien jaar geleden zeg maar, ongeveer, was dat op het moment dat we in gebruik gingen nemen. Dus dan kregen we de sleutel samen met de gebruiker en dan een prettige wedstrijd. Nou, daarvan hebben we met elkaar wel ingezien dat, dat, dat je dan altijd te laat bent. Dus wij sluiten eigenlijk al vanaf de nulfase sluit er een ambassadeur van, vanaf planning en beheer zeg maar, sluit aan, thuis, aan het project. En die denkt mee en die kijkt mee over onderhoud. Dus uh, 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 wij hebben bepaalde wensen aan informatie die we nodig hebben om het juiste onderhoud. Maar ook onderhoudsadviezen in materiaalkeuzes of in frequenties of in het uh, sperpaatsbeleid. Dus hoeveel sperpaats willen wij al besteld hebben uh, die er op de plank liggen voordat we open gaan. Dus dat, uh, dat doen we de laatste jaren veelvoudig. Waarin we echt al een, een, een zachte overgang krijgen en dat we eigenlijk... Nou ja, al voorbereid zijn voordat het attractie uh, of, of de andere locatie, andere asset uh, open gaat. Dan weten we eigenlijk al wat we krijgen. Dus al die componenten staan bij wijze van spreken in het systeem voordat de attractie opent? Ja, ja. inderdaad. En dan, uh, dan, dan is er veel meer een overdracht van die projectorganisatie naar de planning en beheer. Um, en dat is dus super tof, want daardoor um, leert een project heel veel van... Oh, ja, weet je, want normaal, als je achteraf komt, dan zijn we. Ja, dat, dat, voelt dat ervaar je er een beetje van. Wat, wat gaan die lastige mensen van die standhouding uit nou te mopperen. Maar als je met elkaar oploopt, dan snap je beide kanten van de uitdagingen. Ja, Tim, jij weet als geen andere wat het is om een nieuwbouwproject weg te zetten. Um, ja, dat heeft zijn uitdagingen. Daar hebben wij als instandhouding vaak geen weet van. Maar als we meedraaien, beginnen wij dat te snappen. En de andere zijde is dat het project snapt van. Oh, het oh ja, is inderdaad wel heel belangrijk om die informatie vooraf te delen. Zodat we gewoon het juiste onderhoud kunnen blijven uitvoeren. Zodat het, dat die, die asset die je oplevert ook beschikbaar blijft. Want dat vindt het projectteam natuurlijk ook hartstikke fijn. Dat hij het goed blijft doen. Ja. Ja, is, wel, is wel goed hoor. Want vaak in de buitenwereld is het zo dat er pas na oplevering een keer over onderhoud nagedacht gaat worden. Ja, zeker. <laughs> ja, dat... We hebben laatst eens een Disney-architect gesproken en die zei ook dat, uh, dat ze vaak naar de mensen op de vloer gingen, want die wisten dan van, uh, hij moest dan vol een restaurant ontwerpen en dan wisten ze, ah uh, oh ja, er moet ook nog eens een plek komen waar de kinderstoelen en zo staan. Ik vind het wel tof om te horen dat bij de Efteling dus ook het onderhoud wordt meegenomen, gewoon uh, en dat het dus ook best wel ver kan gaan Dus met de materiaalkeuze en het bestellen van die uh, reserveonderdelen, want ja, dan, dan weet je echt dat die bedrijfszekerheid, tenminste dat het onderhoud wat nodig is, dat er wel minder is. Ja, dus iedereen uh, heeft er uiteindelijk baat bij, ook de gasten. Ja, zeker weten, maar, maar dat gaat zover, sommige mensen zullen niet eens, snapt, maar dat gaat zelfs over het bevoorraden en de afvalverwerking. Dat onze milieudienst ook mee nadenkt: van ja, maar waar komen dan kliko's staan? En kunnen we daar dan nog bij, weet je wel? Dus dat je echt vooraf gaat nadenken over de impact tijdens gebruik. En, en dat het is niet zo dus dat wij gaan be, be, bepalen of gaan zeggen: oh, dat moet per se. Anders, het is vooral belangrijk dat je de impact met elkaar inzichtelijk maakt, zodat je degene die dan het besluit neemt ook het besluit kan nemen op basis van de hele totaalpakket, in plaats van alleen maar het realiseren van een nieuwbouwproject. bouwproject. Heb je zo ook wat, 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 wat concrete voorbeelden van materiaalkeuzes waar op basis van onderhoudsoverwegingen toch van ander materiaal is gekozen? Oeh, daar moet ik heel even in mijn geheugen graven, maar die zijn er zeker voorbeelden van. Um... Uh, wat, we, wat een goed voorbeeld is, is dat we uh, bijvoorbeeld in het Sprookjesbos... hadden we lantaarnpalen van eikenhout. En die moesten we eigenlijk elke zes jaar vernieuwen. Nou, dat, dat is een heel arbeidsintensief proces... want die worden echt nog door timmerlieden met de hand uh, gesneden. Prachtig werk, ook voor die timmerman hartstikke mooi werk... maar elke zes jaar is best wel veel en de investering was groot. Dus door te kiezen voor een andere materiaalsoort... geen eikenhout, maar in dit geval acoya... die dan gegarandeerd 25 jaar ondergrond en 50 jaar bovengrond... Daarmee hopen we een stap voorwaarts te maken. Dat we, nou ja, in ieder geval 25 jaar. Uh, zeg niet dat we niks aan die, uh, aan die lantaarnbouw doen. Maar dan is het alleen maar schilderen. In plaats van het hele hout ook moeten vervangen. Dus op zo'n manier uh, proberen we daar naar kijken. En ook keuze met dakbedekkingen. Hè, waar, waar kies je voor? Isolatie. Het zit hem echt in, in. Het vooral inzichtelijk maken. Um, oh, er is een bepaalde wens. Oké, okay, maar dat is dan. Op het gebied van onderhoud de consequentie. Dus dat je het afzet van wat zou het origineel kosten. En wat gaat het kosten als je een ander soort materiaal uh, gaat, uh, gaat kiezen. We hebben het toch vaak gehad Tim, over de taart die nu midden in de Efteling staat. Het uh, showgebouw van Dans Macabre. Het is natuurlijk getrapt. En er zitten ook overal deurtjes in, zodat mensen ook naar buiten kunnen gaan. Om ik neem aan, onderhoud te plegen aan de buitenkant van het gebouw, zijn dan ook dingen waar jullie input inleveren. Of ja, zeker ook bij, bij Dans Macabre. Een collega van mij sluit er aan. Die gaat ook echt mee kijken van uh, een stukje, nou, vooral bereikbaarheid. Hè? Dus uh, opstelplaatsen bijvoorbeeld van een kraan of een opstelplaats van een hoogwerker. Maar inderdaad ook het uh, toegankelijk maken. Dus extra deuren of eventueel trappen die er moeten komen om er uiteindelijk bij te kunnen. Ja, Daar was in het verleden niet altijd rekening mee gehouden, en er zijn we wel eens uh, ja, locaties geweest waar we eigenlijk tot de conclusie kwamen: oh, we kunnen er eigenlijk gewoon niet bij, dus niet. Oh. nee. Dus dan, dan moet je bijvoorbeeld vaak een hele dure stijger uh, gaan bouwen om uiteindelijk het onderhoud uit te kunnen plegen aan een simpele pop. En dan is die stijger uh, bouwen is duurder als het onderhoud dat we hebben uitgevoerd. Vandaar dat jullie bewust een hoogwerker in symbolica hebben laten staan. <laughs> ja, inderdaad. <laughs> Overigens, een serieus voorbeeld het zijn natuurlijk dan ook die, de, de luikjes in de torentjes van het kasteel van Noor-Roosje. Ja, da ook dat inderdaad. Een stukje, stukje toegankelijkheid. Hè. Dus dat je inderdaad kunt kijken hoe staat het erbij. Uh, ja, dat zijn eigenlijk kleine voorbeeldjes waarin we. Um, in ieder geval vanuit instandhoudingen. iets meer de stempel kunnen drukken op, uh, op een stukje beheer. En vooral het, het, het beheer is dat het meer beheerbaar is. omdat we het zoal kunnen checken in plaats van dat we. Ja, misschien wel een heel dak eraf moeten halen en tot de conclusie komen, oh, dat had eigenlijk niet hoeven. maar kan soms een inspectieluik, kan al dat verschil maken. Hoe nou, In het geval van uh, Don Roosje heeft er nog geluid dat extra thema aan de torentjes Tim. Ja, zeker. <laughs> Mes snijdt aan twee kanten. Ja, ja. En hoe gaat het dan met, met, met materiaalkeuzes die ook een esthetische impact hebben? We, we zien wel eens dat er geen hout wordt toegepast, maar uh, polyester. Uh, of zelfs spuitbeton, wat als, als hout wordt gedecoreerd. Dat is natuurlijk de laatste tijd vaak zien is dat er niet meer wordt gekozen voor handschilderwerk, maar voor uh, bestikkering. Uh, hoe gaat die afweging? Nou ja, dat is altijd gaat, uh, gepaard uh, in overleg met afdeling ontwerp in dit soort situaties. Dus wat we doen is dat we nauw contact houden met afdeling ontwerp. En als wij tegen zaken aanlopen, uh, onderhoudswijs probeer je die vooral bespreekbaar te maken. En dan is het belangrijk dat je uitlegt: oké, okay, wat, wat is dan onze uitdaging? Uh, als je het hebt over bestikkering inderdaad, is dat je ziet dat de techniek om ons heen. Uh, zoveel verbeterd zijn dat het digitaal schilderen. Want uiteindelijk is het nog steeds met de hand geschilderd, alleen dan digitaal. Waardoor het uh, beter te reproduceren is. En dat doen we eigenlijk is omdat dat reproduceren is vele malen goedkoper Zodat we de kwaliteit beter kunnen garanderen. Dan dat je elke, elke zes jaar opnieuw moet gaan handschilderen. Want dan zie je gewoon dat het super arbeidsintensief is. Plus het aantal mensen die dat kunnen zijn, zijn er ook niet zo heel veel. Dus we proberen een balans te vinden. Daar waar het kan. En dat doe je dus samen met de afdeling ontwerp. Waarin zij zeggen oké okay, dit is esthetisch verantwoord. Wij snappen jullie, uh, jullie onderhoudskosten. Ja laten we het dan daar toepassen. Maar dat is wel omdat de techniek ook steeds beter is geworden. Dat, uh, dat is echt ongelooflijk hoe knap, uh, ja, hoe knap dat is tegenwoordig. Dat je een print maakt die gewoon net echt is. Is het dan ook wel zo dat jullie er rekening mee houden dat een sticker snel verbleekt? Dus dat je misschien wel vaker zal moeten vervangen dan dat je voorheen het schilderwerk opnieuw zou doen? Ja, ja, daar houden we dan rekening mee. Alleen daar maken we dan zeg maar onderhoudsbegroting. Dan is, als we daarvoor kiezen, is dat dus goedkoper. Dan dat we elke keer, elke vijf, zes jaar opnieuw dat hele bocht moeten laten schilderen. Begrijpelijk. En als we dan teruggaan naar die onderhoudsplanning. er wordt weer even te klap opgegeven. Dit zijn de onderhoudsklussen die we volgend jaar gaan doen. Uh, en je pakt daar één gemiddelde onderhoudsklus uit. Wat, wat, wat voor treintje gaat er dan lopen? Hoe bereiden jullie dat dan voor? Nou, ja, dat hangt een klein beetje af van het soort. Hè. Dus als het, of het een project is, of dat we hem intern uitvoeren, of dat onze uit, afdeling uitvoering uitvoert. Als we naar ons intern kijken, dan uh, schrijven we, onze meetings, je schrijft een pakket van eisen. Wat, wat moet je dan onderhouden? Wat valt er allemaal onder? Nou, die gaat dan naar de werkvoorbereider. Dat is vaak is dat even een overdracht, zowel uh, met de ess-manager uh, en de main-engineer naar die werkvoorbereider. En die werkvoorbereider die begint dan met het voorbereiden van zijn klus. Hè. Dus wat voor materiaal heb ik nodig, welke leveranciers heb ik nodig, welk materieel, maar ook welke vergunningen moet ik regelen. Hè. Dus uh, als we gaan hijsen, een hijsvergunning of een heetwerkvergunning als je gaat lassen, uh, zodat ook die veiligheidsmaatregelen er zeker zijn. Uh, toolbox meeting bijvoorbeeld uh, organiseren. Dus dat je voordat je begint met een uh, met onderhoudsklus... dat uh, ook iedereen zich bewust is van de, van de veiligheid. Um, uiteindelijk gaat hij dan een calculatie maken... dat hij weet, nou dit gaat het ongeveer kosten... en dit is uh, de planning die ik uh, daaraan vast wil hangen. Nou, dan doen we een budget uh, aanvraag, zodat we ook het budget uh, beschikbaar uh, kunnen gaan stellen... En na goedkeur gaan we dan de voorbereiding verder afronden. En dat is dan echt met de, de, de locatie daar. Van wanneer komen we, hoe lang zijn we bezig, hoeveel mensen komen er en in welke tijden werken. Want ja, we zijn overdag open, maar er wordt ook zeker s'nachts geweten. Oeh, s'nachts ook? Ja, er wordt ook s'nachts nachts geweet, ja. hm. Daar hebben heel veel mensen ook niet door, denk ik. De ik kan, ik kan me voorstellen dat hier wel een groot risico is dat dit soort projecten altijd een groeibriljant zijn. Dat je begint met een overzichtelijk plan en dan sta je daar toch buiten op locatie. En als we dan toch bezig zijn, doen we, moeten we ook dit doen. En dan haal je ergens een schot vanaf en daar komt ook weer ellende achter vandaan. Nou ja, daar zit altijd in, maar daar hebben we altijd een stukje onvoorzien voor natuurlijk binnen onze calculatie. Dus daar proberen we wel af te vangen. Um, als het heel extreem is, dan uh, komen ze altijd terug bij mij of bij mijn collega. Uh, daar, is, daar is de rol van die asset manager dan ook voor om een besluit te nemen. Ja, gaan we dus nu toch extra geld beschikbaar stellen uh, om dit nu mee te nemen? Of wegen we samen met de mensen eens af? Nee, we stellen het uit en we gaan het weer planbaar maken. Uh, wij zijn in ieder geval wel flexibel genoeg. Zo zit ik er altijd in. Is als het echt nodig is, gaan we het doen. En dan schrap ik liever een andere onderhoudsklus die we dan in tijd later doen. Maar dat we het wel als we het doen, dat we het goed doen. Uh, we hebben in het verleden toch vaak gezegd, allemaal oh, stellen we het uit en dan ben je daarna nog twee, drie keer ben je daar bezig en al die voorbereidingskosten die zijn ben je weer kwijt, weet je wel? Dus ik geloof er wel in door het in één keer goed te doen dat je ook het geld ook in één keer ook goed uitgeeft in plaats van uh, vijf, zes, zeven keer terug moeten. Dat is hmm. natuurlijk wel iets wat we in het verleden heel vaak zagen. Ja, en daar heb ik ook, ik bedoel, ik werk er inmiddels ook twintig jaar, dus uh, ja, daar heb ik uh, veel voorbeelden van gezien. Oh ja, misschien dat het beter is om dat zo niet te doen. Hoe wordt besloten dat een attractie of een sprookje geplust wordt? We weten bijvoorbeeld dat bij Door een roosje een extra figuur gaat verschijnen. Op het moment van opnemen zijn de details dan wel nog zeer schaars. Uh, is dit iets wat dan bij jullie ligt? Of ligt het dan weer bij, uh, bij de ontwerpafdeling? Of? Ja, in principe in de vorm van Door een Roosje was de klus was eigenlijk het, het volledig opknappen van Door een Roosje. Maar dan echt, uh, ja, misschien de, dit was dit een extreem voorbeeld, hè, de, de, maar gewoon echt dat die klaar is voor de volgende generatie. Uh, daarbij was er ook nog een wens om, uh, om wat iets te doen met de routing. Dus die twee dingen komen dan bij elkaar. Dus uh, in dit geval is, het, uh, is iets nieuws, komt wel vooral vanuit onze afdeling ontwerp. Uh, maar binnen instandhouding uh, zeggen wij wel altijd: we gaan voor één op één, uh, 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 volgens de oude schetsen, zouden wij graag terug willen gaan aan het ontwerp. Maar houden we financieel altijd wel wat ruimte in om daar waar het kan. Ja, en we hebben mogelijkheid om dingen te verbeteren. Ja, dan moeten we ook die ruimte houden. Want het maakt uiteindelijk voor mij niet zoveel uit, links of rechts, om het blijft allemaal effing geld. En laten we dat met elkaar op de juiste manier besteden. En dit was wel het moment om, uh, om iets meer te doen, als alleen maar uh, datgene wat er bij ons in de scope stond. En, en jullie hebben dat niet zoiets van, oh, daar heb je weer dus zo'n ontwerper die weer meer, meer, meer wil. Nee, nou dat, nee dat gevoel heb ik zeker niet. Um, ja, dat zou je kunnen denken. Maar nee, dat gevoel heb ik zeker niet. Want dat is gewoon die, die nauwe samenwerking die we met elkaar hebben. En, en het respect voor elkaars uh, vakgebied. Dus wat je, wat je ziet, dat we um, um, een beter beeld hebben uh, van uh, wat we willen met elkaar. Hè, en dat ik. Uh, vooraf ook ontwerp kan aangeven, dit zijn onze onderhoudsplannen, kunnen zij er al veel vroeger vaak over nadenken en ben je dat gesprek al veel eerder aan het, aan het voeren? Um, en uiteindelijk moet het gewoon een balans zijn. En, en, die, en die balans is gewoon op het moment dat je aan, van beide partijen zegt, oh ja, dit is wel oké, okay, weet je wel. Dus nee, als er 15 poppen bij zouden komen, dan zou ik denken, foeh, nou, is, dat, is dat allemaal nodig en uh, ja, wie gaat dat dan allemaal betalen? Uh, maar in dit geval uh, voelde het gewoon heel goed dat voor alle gasten. Uh, uh, door een roosje een mooi aanzicht krijgt. Daar kan ik me ook voorstellen dat jullie gebouwen, misschien plus op, uh, op het gebied van materiaal, zodat het dus makkelijker te onderhouden is in de toekomst. Is het nu zo dat naast die conditiemeting jullie ook heel goed al weten van uh, ah ja, dit gebouw, als we daar ooit iets aan mogen gaan doen, dan zou het handig zijn als we dit en dit gaan aanpakken of het gewoon bekeken op het moment dat zo'n project start. Ja, dat, soms weten we dat inderdaad al wel. Hè. Dus we hebben echt wel wat gebouwen waarvan we weten, oe, daar zouden we de zouden keer de volgende keer zouden we dat anders doen. Uh, maar inderdaad, terecht, waar je zegt ja, soms ga je iets openmaken. En ook wij worden er wel eens verrast. Uh, we kunnen niet overal in. Dus dat, dat ook bij Door een Roosje zag je dat bij het weghalen van het grond. Weet je wel, daar kwamen er zaken aan, aan, het, aan het licht die wij ook nog nooit uh, gezien hadden. Die het daglicht nog nooit hadden aanschouwd. Uh, maar dat, dat is die flexibiliteit die je met elkaar moet hebben. En, en ja, wat ik eerder al zei, ja, dat vind ik juist leuk aan mijn werk. dat... Um, ja, ik, als, als alles vooraf gepland was en ook allemaal zo uit zou komen, ja, dan had ik weinig uitdagingen. Het, <laughs> uh, het is vooral juist leuk dat er af en toe dingen gebeuren die, die je aandacht, uh, aandacht uh, vragen. Uh, en dat je weer eens naar mag nadenken: oh hey, daar hadden we zo niets in gezien, hoe moeten we het anders doen? Weet je wel? Dus gewoon ja, echt met elkaar dan weer op locatie met je voeten in de klei en dan samen gaan kijken: oké, okay, maar wat is dan de beste weg naar, uh, naar Rome? En uh, ja, goed, uh, dat, dat maakt het denk ik alleen maar leuk. Wat zijn nou typische aandachtspunten voor, voor jou of voor je collega's als je een, een onderhoudsproject aan het voorbereiden bent? Nou, ik denk een van de belangrijkste aandachtspunten blijft altijd, uh, uh, nou ja, vind ik altijd nog steeds veiligheid. Hè. Dus uh, de veiligheid van nu is niet de veiligheid van vroeger. Dus als we ergens aan de gang gaan, kunnen we de veiligheid nog beter maken als dat die was. Zowel voor gasten, maar ook zeker voor medewerkers. Dus... Wat we zeiden, die bereikbaarheid, hoe kun je ergens bij? Uh, is dat dat? Daar, daar zie ik heel. dat Ik heb veel voldoening in als we dat kunnen verbeteren. En daar hebben we ook best wel wat voorbeelden van. Uh, uh, en wat ik wel belangrijk blijf vinden, en dat is dat je toch altijd het onderhoud blijft kijken vanuit die gast. Dus dat je. Um, dat je wel zorgt dat we als we iets aan het doen zijn. dat we niet voor onnodige overlast zorgen. En dat er niet overal mega hoge hekwerken staan. Uh, om, als het niet nodig is. Ik, ik geloof er echt in dat veel onderhoud. maar dat doen we denk ik al wel. gewoon. je mag ook onderhoud laten zien. Weet je wel dat dat. Er zijn superveel mensen geïnteresseerd. Want anders zaten u vandaag <laughs> niet. Maar, uh, nee, maar door het meer te laten zien. Kijk, toen ik er kwam werken, sprongen, onze mensen van de Groen die sprongen achter de Rodondentroons op het moment dat het park open ging. Terwijl we zien nu gewoon, doordat ze juist in gesprek zijn met onze gasten, ja, hoe gaaf is het uh, als jij uh, een hobby, een tuinman bent uh, en je gaat helemaal los en je mag dan in gesprek gaan met, uh, met onze hoveniers die wij hebben in de Efteling. Ja, volgens mij snijdt dan het mes ook aan twee kanten. Is dat ook die hovenier die hier werkt, uh, over zijn vakgebied uh, kan praten. Uh, Praten met mensen die daar super in geïnteresseerd zijn. Is dat ook de reden dat jullie ontzettend veel uh, informatie en ook details delen over onderhoudsklussen op de blog? Nou ja, ja dat. We zien, uh, ja, we zien dat er veel interesse is. En uh, wat we ook zien is dat het aantal techneuten enorm afneemt. Hè. Dat, dat, dat er is uh, momenteel zelfs in heel Nederland uh, maar naar strijd gaande via, wie wil welke uh, techneuten wegkapen. En uh, die worden zelfs al weggekocht. Ja, ik, ik denk dat het goed is om juist aan te aan dat de jeugd van nu geïnspireerd wordt door onderhoud. En dat we voor de toekomst in ieder geval ook nog mensen blijven houden die, uh, die zorgen dat de Efteling over de toekomst ook mooi uitziet. Want dat kan zomaar als een uitdaging worden dat we uh, misschien de Effeling wel wil onderhouden, maar dat we niet meer kunnen onderhouden. Ja, aangezien ik inhoudelijk weinig toe te voegen heb aan jullie heren, ga ik even weer een tussendoorvraag stellen. Omdat ik nu besef dat we de perfecte man aan tafel hebben zitten om dit aan te stellen. Op dit moment zijn er best wel wat grote onderhoudsprojecten bezig binnen het park. En um, we hebben nu eigenlijk twee soorten bouwhekken. We hebben de vaste bouwhekken, die dus de houten schuttingen eigenlijk, die zijn geplaatst. Uh, bijna allemaal een jaar of twee, van, ja, in de afgelopen één tot twee jaar uh, zeg maar, voor, vooral het hotelproject en Dans van uh, Waarom zijn die daar gebruikt en niet de, ja, de reguliere bouwhekken met de zeilen. Mijn theorie is, let op, dat er er anders veel te weinig van zouden zijn... om de rest van het park nog te gebruiken voor de andere onderhoudsklus. Nou ja, er zijn verschillende theorieën die je er tegenaan kunt gooien. Maar een van de belangrijkste is dat met zo'n bouw van dansbekameren, maar ook van het hotel gaat het echt over een hele lange periode. En het gaat vaak over een groot gebied. En dan kiezen we ervoor om goede stevige hekwerken weg te zetten... die voor langere tijd kunnen blijven staan... En eigenlijk zijn de, de lokale of de, de normale, hè, die met de zeiltjes bekleden hekwerken... zijn eigenlijk voor tijdelijke aard. Dus die willen we dan ook graag gebruiken bij onderhoudsklussen die wel wat kortere periodes zijn... Um, en, en dat klopt. Als wij alle hekwerken uh, zouden we moeten vervangen voor de, de zeiltjesvariant... Ja, dan zouden we er nog wel wat hekwerken aan moeten schaffen. <laughs> Want het is, gaat over een aantal uh, honderden meters die er dan staan. Dus ja, we hebben ze ook niet. Maar ja, goed, je zou ze kunnen inhuren. Maar het, het zit er voornamelijk in dat we een gebied voor een hele langere tijd afsluiten. En dan is het toch wel wat netter om die met die houten hekwerken te werken. En dan is het denk minstens een jaar of zo is een beetje de grens. Ja, het hangt een beetje, ja, ik denk dat een jaar is een mooi uitgangspunt, maar het hangt een beetje van de situatie af. Waar is het gebied? Wat willen we afschermen? En soms eh, al, uh, wil je soms een wat hoger hek werken en dan is een hout is ook flexibeler dan uh, dat we met die staalhekwerken werken. Ja, en ik besef misschien nu ook dat je in sommige gevallen ook het hekwerk ook kunnen verplaatsen. Bij Max Morris gebeurde daar. Ja. Daar stond het is dus ver van het gebouw en kwam steeds dichter bijna normaal het project uh, verder wordt afgerond. Misschien die flexibiliteit dat die ook nog uh, metal. Ja, dat, dat zijn een beetje de, de afwegingen en ook wel het gebied hè. Dus, uh, uh, in het geval van Dansbecaber is het best wel een heuvelachtig gebied. Ja, dan kun je niet altijd alle soorten hekwerken plaatsen. Dus het is een beetje afhankelijk van de situatie. Maar ik denk dat het een mooie scheidingslijn is dat je kijkt naar uh, een nieuwbouwproject, wat zeker een periode van een jaar plus duurt, dat je dan gewoon kiest voor een uh, permanente hekwerk. Hey, we horen ook wel eens mensen zeggen, zowel echte liefhebbers, maar ook bezoekers van, jeetje wat is het, uh, het park toch een puinhoop met al die bouwplaatsen en hekken en schuttingen. Hoe kijken jullie daar als afdeling tegenaan? Nou ja, we zijn daar zeker kritisch op. Uh, nou ja, ik zie het niet als een puin open. Ik, bedoel, uh, ik snap het gevoel, hè, als, als gast uh, en ook intern, hebben we daar zeker wat discussies over. Soms is het ook best wel veel. Het lastige is dat we, we, we hebben eigenlijk het, we ogen dat we 100% van alles werk dan in dat waar ze hebben staan en een goed uh, overzicht hebben. Dus wij uh, zijn daar zeker kritisch op. Uh, ik zie dat wel echt anders. Het is gewoon noodzakelijk uh, dat we dat doen. Um, in sommige gevallen proberen we echt wel te kijken naar de soort hekwerk. Om, uh, wat laat je wel zien, wat laat je niet zien. Om, uh, hè, want als het alles hoog hekwerk is, snap ik dat ook wel. Dat, uh, dat is volgens mij ook een veelgenoemde discussie bij Disneyland Parijs. Hè, met heel veel hekwerken, waar heel veel schuttingen staan. Uh, maar nee, het is gewoon echt noodzakelijk. En we proberen daar een balans in te vinden. En uh, het is altijd objectief. Dus de ene gast vindt het meevallen en de andere gast vindt het verschrikkelijk. Kijk, als wij uh, één hekwerk wegzetten, dan zijn er al mensen die nou naar me toe komen. Wat is er een puinhoop? En bij de andere kan het niet gek genoeg zijn. Dus, dus ik denk dat het goed is dat onze de, 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 de interne uh, gasten, maar ook jullie als bezoeker, uh, daar kritisch op blijven. Hè? Want daardoor zijn wij ook kritisch. Maar om te zeggen dat het nou een puinhoop is, ik denk dat we het dan een beetje te zwart-wit zien. Uh, de reguliere gast die ziet het niet, want die komt voor één ding, gewoon een dag per vermaak. En als die een dag vermaak hebben gehad, dan uh, hebben die niet eens de schuttingen gezien die jullie wel zien. Maar nee, heel eerlijk gezegd, ik heb liever een heleboel schuttingen dan afbladderende verf. Ja, ik ook. <laughs> nou, het voelt voor mij ook wel zo dat we op dit moment in een punt in de tijd zitten dat er gewoon een paar grote bouwprojecten bezig zijn op vrij prominente plekken. Het Eslinger Hotel kom je iedere keer langs als je het park betreedt natuurlijk. Tenzij je in het andere hotel zit trouwens. Um, en dan zo'n kamer zit ook midden in het park. En uh, er zijn twee grote ontwikkelingen nu. Plus nog wat groot onderhoud uh, aan een paar attracties. Ja, dan, dan voelt het als vrij veel. Maar aan de andere kant voelt het, me, voelt het voor mij ook een beetje als het... Ja, het is niet het poetsen van de parel. Maar het voorbereiden op uh, ja, weer een nieuwe periode van wat meer rust of zo in het park. Qua hekken dan, qua hekwerken. Ja, dat is het. Hè. Zeker als je een nieuwbouwproject uh, hebt aan de buitenrand, dan kun je het op een hele andere manier afzetten. Uh, ik denk dat als mijn midden in het park en het hotel ook, uh, er echt voor zorgt uh, dat het een uh, je ziet het. Hè. En omdat je het zoveel ziet, dat het dan wat prominenter is dan dat het, uh, dat het normaal is. Ik denk dat het dat vooral is. Ja. Dat het, uh, ook bij de entree hebben we gezien uh, dat we daar een stijger moesten zetten om, uh, om daar het riet dan, uh, aan te pakken. Ja, heftiger kun je het niet hebben, want ja. Ja, je komt aanrijden en je ziet de stijger. Ik vond het er ook wel vet uitzien hoor, eerlijk Ik vond het fijn indrukwekkend. drukwekkend. Ik ben blij dat we daar niet op hoeven om een reportage te maken. Oh, ik vond het jammer. Mm. Nou, ik ben boven geweest en ik ben, uh, ik ben er ook met een aantal collega's van mij op geweest. En uh, ja, dat was zeker een drukwekkend. Omdat je dan de wereld van de Efteling echt van een andere perspectief kunt zien. En dan kan je nu zeggen dat het aantal hekwerken dan best wel meevalt. <laughs> dat was zeker wel een piekmoment in het project. <laughs> ja, zeker weten. We hadden net al aan dat jullie ontzettend veel over onderhoud communiceren op de blog. Maar een ander instrument wat jullie gebruiken is de, de, de onderhoudsplanning hè, die op de Efteling site uh, staat. Is dat niet spannend om uh, ver van tevoren al openbaar te communiceren wanneer welke attractie uh, dicht is? Nee, want ik ben daar zelf initiatiefnemer uh, toen de tijd van geweest, toen we begonnen met die instantangensplanning. Uh, om dat verder te dragen dan alleen intern omdat ik erin geloof is dat je als gast vooraf ge, geïnformeerd wordt over wat er in onderhoud is. Dan is het aan jou de keuze, ga ik dan naar de Efteling eh, of niet. Hè? Dus dat, ik denk dat dat toch een beetje de pijn verzacht. Hè? Dat je weet wat er te wachten staat. Los even van de verstoringen, eh, want daar kunnen we helaas niet plannen. Maar, maar dat hè, ben gewoon transparant. En het helpt ons ook wel om focus te houden. dat je in een bepaalde periode die je met elkaar afspreekt. ook gaat zorgen dat dan het onderhoud ook voorbereid is. Dus dit is voor ons een, 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 een beetje een stok achter de deur. Maar het is vooral om gewoon transparant te zijn. Eh, ik zou dat zelf ook fijn vinden als ik naar een park ga. en ik weet wat er wel of niet open is. En hey, dan gaat een, een onderhoudsproject in uitvoering. Uh, hoe moet ik dat voor me zien? Uh, wie is dan waarvoor verantwoordelijk? Welke partijen schakelen jullie in? Ja, dat hangt ook weer een beetje van de onderhoudsklus af. Maar ik bedoel, als het een project is, is de projectleider met zijn projectteam verantwoordelijk. Hè? Dus zij zorgen dan dat volledig onderhoud wordt uitgevoerd uh, volgens de afspraken die we met elkaar hebben. Uh, in ons eigen club is het de werkvoorbereider die er verantwoordelijk is. Of als het een uitvoering, afdeling uitvoering is, zijn zij er verantwoordelijk voor. Of in sommige gevallen besteden we dus echt, echt werk uit. Dan is die onderhoudspartij er verantwoordelijk voor. Alleen hebben wij bij ons wel iemand zitten die, die dat stukje begeleidt. Dus er is altijd wel iemand intern betrokken bij onderhoud wat we uitbesteden. En zijn jullie ook degene die aan het eind van de onderhoudsklus uh, komen kijken of het allemaal uh, voldoet en of het allemaal weer op het juiste niveau is gebracht? Ja, dat doen we niet van al het onderhoud. Hè, want dan zou ik de hele dag bezig zijn om uh, aan, van oplevering naar oplevering. Dus dat, soms is dat wel heel leuk, maar dat doen we wel, uh, het liefst uh, bij grote projecten, fysiek. Hè, dus dat we echt een oplevering on site hebben. En daarna hebben we nog een oplevering dat we de papieren oplevering. Dat doen we tegenwoordig natuurlijk al digitaal. Maar uh, dat doen we zo, waarin we echt zorgen dat. Alle veranderingen die zijn doorgevoerd, dat wij daar alle laatste actuele informatie van weer van hebben, zodat we weer het juiste onderuit hadden Dus stel dat we kleurnummers veranderd hebben van een gebouw met schilderwerk, ja, dan willen wij ze wel graag hebben. Want als we die namelijk niet doorgeven en we gaan weer schilderen, ja, dan kan er soms wel eens iets heel geks ontstaan. <laughs> ja. En dan is het onderhoud klaar. En jullie afdeling heet natuurlijk planning en beheer. Wat, wat houdt die component beheer nou in? Is er ook iets wat jullie doen met, met de attracties, met de assets, als er geen onderhoud plaatsvindt? Nou ja, wat we sowieso beheren is het asset dossier. Dus we hebben een per asset hebben een dossier waarin alle relevante onderhoudsinformatie gewaarborgd is, maar ook alle laatste inspecties, ook alle certificaten die noodzakelijk zijn in een stukje beheer, zodat je ook weet. Wat hebben we nu? Maar het beheer zit hem natuurlijk ook wel op, op het geld. Hè? Dus dat, dat samen met, met Jeffrey we zorgen dat we binnen de onderhoudsbegroting blijven. Een stukje kwaliteit waarborgen, maar ook die veiligheid. En uiteindelijk ook het tekeningenbeheer, zodat we ook de laatste actuele tekeningen weer hebben. Zijn jullie als het ware intern de eigenaar van de Efteling? Nee, de eigenaar is onze directie. Die is eigenaar en dan hebben we inderdaad uh, ook nog een, uh, een gebruiker hè, die dan uh, is aangewezen in de vorm van exploitatie. Hè, die dan het uh, exploiteren doen en wij zijn de beheerder. Dus wij zorgen voor het onderhoud. Je bent de huismeester van de Efteling. Ja, zo kan je het kunnen zeggen. <laughs> hey, en qua tekeningen beheren, wat moet ik me daarbij voorstellen? Is het ook zo dat er soms nieuwe tekeningen gemaakt moeten worden voor bijvoorbeeld oude objecten waar die misschien niet van veranderd zijn? In principe worden alle tekeningen aangeleverd. We hebben wel in onze afdeling een, een, een elektrotekenaar. Dus is iemand die inderdaad de elektrotekeningen kan updaten... daar waar we verschillen zien. Maar in basis is dat er een overdracht is... naar een instandhoudingsproject of een nieuwbouwproject... dat we gewoon de tekeningen hebben waarmee we beheer kunnen uitvoeren. Dus dat je weet, kijk naar een pitontrein... daar zitten bepaalde sperpaards in. Nou, op een tekening staan dan wat die sperpaards zijn... Uh, dit, maar dan wil je wel de laatste actuele versie van hebben. Want anders ga je onderdelen bestellen die niet in een trein zitten. En ja, dat past niet. Ik kan me voorstellen dat een hoop van die, uh, nu gaat het over tekeningen, maar misschien documenten wat breder. Dat heel veel van die handleidingen die voorheen uh, op papier ergens in de kast lagen, dat die allemaal gedigitaliseerd zijn ook? Ja, we hebben, we hebben zelfs al onze oude tekeningen van Waleer allemaal ingescand. Daar hebben we al gezegd van op het moment dat we weer een onderhoudsproject uh, gaan doen, dan gaan we die tekeningen updaten. Uh, maar wat je wel, uh, ja, het is wel het bijhouden dat je de laatste actuele informatie hebt. Dus eigenlijk het onderhoudsboekje wat je bij je, je wasmachine of je tv hebt. Je wil wel hebben dat het wel van de juiste tv is. Nou goed, dat is bij ons hetzelfde. Uh, tekeningen, maar ook onderhoudsmanuals worden vaak ook door leveranciers geüpdate. En wij willen graag dat de laatste versie gewoon in ons beheer is. Ja, zoals gezegd, dus besef ik me dat bijvoorbeeld bij Piet de tuin natuurlijk al meermaals vervangen zijn. Dus dat is ook wel een interessante kwestie, natuurlijk. Omdat je hebt daar één deel van het systeem, is dus gewoon zoals het altijd was. Maar één onderdeel daarvan wordt compleet vervangen. Ja. Dat moet... Wil de planning op aangepast worden? ze, het beheer moet daarop aangepast worden. Ja, ja, zeker weten. Het beheer, inderdaad, omdat uh, de andere componenten op zitten. Maar het zit dus ook uh, dus dat je je had een bepaald aantal sperpads op voorraad die in je magazijn liggen. Die moeten er dan uit, moeten nieuwe onderdelen komen. Dus dat zit erin. Plus dat je, uh, want wij doen deze trein dan bijvoorbeeld intern onderhouden door onze werktuigbekundige onderhoudsdienst. Ja, dat zou wel de laatste uh, actuele manual krijgen. Ja, wat moet je daar dan doen hè, aan, die, aan die trein? Uh, maar en ook hoe vaak. Want het is wat je tegenwoordig ziet is dat alle treinen bijvoorbeeld op basis van ritten gebeuren. Dat je een rittenonderhoud krijgt in plaats van het vroegere traditioneel jaarlijks. Is mijn indruk juist dat dat meest onderhoudsintensieve component... in de, de wereld van de Efteling een achtbaantrein is? Uh, ja, ik denk het wel. <laughs> Um, ja, als je, als je echt kijkt naar wat het meest intensief is, dan zijn het wel onze achtbanen. Dat heeft ook te maken met de hoeveelheid draaiuren die we tegenwoordig hebben binnen de wereld van de Efteling. Uh, plus dat je, ja, je wordt bepaalde rittenbeurten voorgeschreven. Ja, en die zijn best wel intensief. Ik dacht dat je, uh, eigenlijk doelde op de molenwieken van uh, de molen in het <laughs> Nou, die draait toch netjes? <laughs> ja, ja, nu wel. <laughs> Nou ja, nou misschien heel, heel gekke, want de wereld van Efting is natuurlijk groter dan het park. Is het ook zo dat bijvoorbeeld het, uh, het, het schilderen van, uh, van wandjes in bosrijkhuisjes... dat dat ook bijvoorbeeld iets, waar, iets is waar heel veel tijd en geld en aandacht in gaat zitten? Of is dat verwaarloosbaar? Ja, nou, verwaarloosbaar is denk ik een groot woord. Maar ik vind dat er overal zit er eigenlijk best wel veel energie en effort in. Alleen wat je ziet is dat het vaak in een, in een grotere onderhoudscyclus is. Dus dan is het in één keer heel intens. Hè. Dus dan gaat het in één keer over heel veel schilderwerk... Heel veel uren, heel veel geld, heel veel stijgermateriaal, al dat soort zaken. Um, wat je gewoon ziet bij bij achtbanen is dat het vooral meerjaarlijks is. Je bent veel keer per jaar daar aanwezig. Eh, dus elke ochtend bij zijn opstart. Uh, je hebt een smeerbeurt, je hebt de rittenbeurt. Dus je bent heel veel bezig met het aan de gang houden. Maar vooral ook uh, controleren dat alles voldoet aan alle, aan alle normen. Dat die dus veilig is om te kunnen gaan exporteren voor je gast. En ik denk dat dat weinig mensen soms beseffen voordat die deur open gaat, hoeveel uh, collega's ochtends vroeg of soms in de nacht al bezig zijn om de dag van vandaag weer open te gaan voor, uh, voor iedereen die er voor een dagje plezier komt. Even een totaal andere, meer algemene vraag. Wat is er eigenlijk allemaal anders aan onderhoud in de Efteling dan hoe onderhoud in de buitenwereld is georganiseerd? Nou, daar zit eigenlijk weinig verschil in. Dat lijkt soms wel, hè, omdat, je, omdat we natuurlijk heel specifieke assets hebben. Ik bedoel, inderdaad, in een woonwijk heb je geen attracties staan, dus da daar wijk je wel af. Maar in basis is het onderhoud van, een onderhoud van een achtbaan wel te vergelijken met het onderhoud aan een auto. Het verschil die er binnen de wereld van de Efteling vooral is, is dat je um, uh, ja, en tussen de bedrijven door aan het onderhouden bent. Hè. Dus de gebieden zijn soms wat lastiger af te sluiten. En ik denk wel die esthetische schil. Dus uh, dat onze bouwkundig mensen is neer. Uh, Hanneke, die, uh, die verantwoordelijk daarvoor is. Dat die buiten het normale bouwkundig onderhoud ook nog iets moest leren. Oké, okay, maar ja, zo'n zo schilder omheen. Uh, dat heeft toch wel wat uh, meer voeten in aarde. Dan, uh, dan alleen maar even een kozijntje schilderen. Want daar moet ook nog gedecoreerd worden. Uh, dus het is en en. Ja, ik denk niet dat een uh, gemiddeld nieuwbouwhuis. Uh, nat in nat wordt geschilderd of wordt ingeschaduwd uh, na het zouden. Nou, ik ken er wel een paar, maar dat <laughs> is niet aan te raden. Ja, we zitten nu toch met uh, een van de experts. Misschien heb je nog wat interessante getallen die, uh, die jullie kunnen delen vanuit de Efteling die te maken hebben met, uh, met het onderhoud. Want wij zijn natuurlijk wel benieuwd. Jullie hebben een database met allerlei objecten daarin, met allerlei componenten uit de verschillende attracties. Heb je enig idee hoeveel te onderhouden objecten jullie uh, in jullie beheer hebben? Uh, nee, helaas hebben we niet paraat kennis. <laughs> ik heb kunnen veel. In, uh, uh, ik kan in... me goed voorbereid, maar niet op alle vragen. <laughs> of misschien het aantal assets? Uh, nee, dat weet ik ook zo niet uit mijn hoofd. <laughs> Heel eerlijk. Maar uh, ja, we hebben er wel enorm veel. Ik bedoel, uh, wat lastig is, een beetje Bosrijk bestaat eigenlijk uit veel sub-assets. We hebben natuurlijk meer dan 120 huisjes en, plus, en nog eens twee hotels. Ja, dat maakt het wel de hoeveelheid veel. Alleen het, het, het voordeel daarvan is dat uh, je hebt daar bepaalde sectie huisjes. Dus één huisje is dan uh, repeterend. Um, uh, dus dat helpt, maar uh, ja, we hebben er veel. We hebben gewoon veel te onderhouden. Laten we daarop houden. Moet ik dan aan duizenden of tienduizenden dingen of elementen denken? Uh, duizenden. Dat duizenden. is nog steeds heel veel. Ja. <laughs> kan je een, een beetje een, een indruk schetsen van, van wat nou de, bij de Efteling de onderhoudskosten per jaar zijn? Uh, nou ja, daar kan ik wel iets over zeggen. Dat gaat wel in de miljoenen in ieder geval. Uh, alle... het, die indruk hadden we al. Ja, ja, ja. ja. <laughs> ja ik zeg al uh, wat ik al zei we zijn de ene grootste kostenpost denk ik van ons bedrijf uh, en dat zit hem uh, ik bedoel personeelskosten is vaak voor elk bedrijf de grootste kostenpost uh, maar ik noem het geen kostenpost want uiteindelijk ja we het, het we kosten wel geld maar we voegen daarin heel veel waarde toe uh, want die waarde die toevoegt is dat je en beschikbaar bent maar dat het ook blijft zoals het zou moeten zijn dus uh, ik, ik zie het niet als kostenpost, maar we, we gaan er wel enkele miljoenen gaan wij wel we spenderen wij per jaar wel. En, en dat ik vind wat super fijn is dat we die ruimte ook krijgen om het juiste onderhoud te doen. En volgens mij hebben we de laatste keer het rekensommetje, dat is, dat is al een jaar geleden trouwens, voor 2022 een keer een rekensommetje kunnen maken dat het om 12 miljoen ging, alleen al aan gecommuniceerde kosten of zo. Met de droomvlucht en we liepen toen allemaal. Uh, ja, wie zal het zeggen? Ja, nou ja, wij ik al, weet het wel af en toe. <laughs> volgens mij heeft Bas van Tilburg in onze laatste aflevering oh, Financiën van de Efteling daar daar wel gewoon een bedrag aan aangehangen, maar we zullen het we zullen het in de mist laten hangen. Ja goed, als uh, houden hou, hou, hou een beetje voor lief als wat Bas genoemd. Heeft. Wellicht is het waar. Ik uh, <laughs> denk, uh, <laughs> het denk dat het niet zo heel relevant is. Dus het belangrijkste denk ik dat het uh, dat wat we aan het doen zijn, dat, dat je ziet dat het uh, echt wel degelijk iets bijdraagt aan het uh, verbeteren en het opknappen van die, van die parels, als je het uh, al een paar keer noemde. Uh, en dat is, uh, ja, het is een hele eer om dat hele postje met geld te beheren. Nou, het is wel iedere keer als we zo'n groot onderhoudsproject communiceren en dan wordt ook een waar genoemd, dan uh, geeft het wel aan hoe serieus de organisatie het ook neemt. Ja, zeker weten je. Ja. Nou, nou, we hadden het toch hadden over in nevelige gehuld. Uh, nou, hebben we de, de asset manager van de attracties voor ons. Maar is al die mist gebleven in al die attracties, Hein? mist je er iets aan? <laughs> nou, de meeste mist is er volgens mij, naar mij weten. Maar uh, ik weet niet welke mist jij mist. Nou, bijvoorbeeld in het, in het Sompelwoud, in de Fata en in de, de jungle scènes. Uh... Nou, ja, oké. Okay. Inderdaad, er zijn een aantal misteffecten effecten die, uh, die het niet doen. Nou goed, daar hebben we te maken met echt verouderde installaties. Dus daar zijn we vooral aan het kijken, okay, op welke manier kunnen we daar voor de toekomst weer iets aan, uh, aan bijdragen. Dus we hebben er recentelijk hebben we bij Fabula bijvoorbeeld al onze mistinstallaties vervangen voor een nieuw type mistmachine. Alleen die investeringen zijn ook behoorlijk. En, en daar moet je dus weer een balans afwegen. Ja, gaat al het geld dan naar de mist? Of, uh, of doen we het, uh, of doen we het uh, gefaseerd? En voor deze hebben we gekozen in faseerd. En uh, nou, ik kan je wel beloven dat uh, we er alles aan doen om daar waar het kan uh, het weer terug te brengen naar zijn originele plan. Nee, dus er is, Het is wel degelijk in beeld. Het is niet zo wat, wat wel eens liefhebbers denken. Dat jullie het niet weten of er niet mee bezig zijn. Nee, nee, we, we weten van alles. Misschien soms wel eens iets te veel. Um, nee, het staat zeker op het, uh, zeker op het verlanglijstje. Alleen wat ik eerder zei. We, hebben, los van het, we krijgen echt wel behoorlijk geld om juist onderhoud te doen. Alleen ja, de hoeveelheid onderhoud uiteindelijk verzetten. Uh, ook zorgen dat alles blijft werken. Ja, dat, dat lukt niet bij alles. Ik zou willen dat 100% alles weet, Maar dat gaat echt nooit lukken. Dus ze hebben die illusie ook niet. Dus uh, nou ja, weet je, dus je kunt het ook een soort voorproefje zien. Nou, je mist het een tijdje. En op een gegeven moment is het er weer. Nou, en dan wordt iedereen weer enthousiast. En het paddenstoelenparcours is uiteindelijk ook herbouwd. Ja, uiteraard. Zijn er nou nog dingen waar jullie naartoe willen in de toekomst qua onderhoud binnen de wereld van de Efteling? Dat zijn zeker al ideeën. Uh, de onderhoudswereld is wel echt in beweging. Hè? Dus uh, de, de, vooral waar dat je voorspelbaar onderhoud hebt. Hè? De, uh, artificial intelligence is natuurlijk wel uh, iets wat allemaal speelt. We houden het zeker in de gaten en we proberen ons wel te inspireren over wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Ja, de theorie is altijd heel mooi, alleen om het in de praktijk allemaal te realiseren is twee. Dus ik denk dat op basis wat we nu de condition based helpt ons nu in ieder geval een stap voorwaarts om echt die parel op te poetsen. Uh, maar ik weet zeker dat we in de toekomst zullen blijven ontwikkelen op het gebied van onderhoud. Ja, de techniek ontwikkelt dus onderhoud ook. Ik denk dat dit inmiddels het derde interview is waarin ik uh, dit project ga opgooien. Of dit idee wat er ooit uh, heeft geleefd. Want ik denk dat het uiteindelijk bij jullie lag. Maar er is ooit een idee langsgekomen dat trillingen van een achtbaan in de gaten werden gehouden. Om dan preventief proberen te detecteren wanneer een uh, achtbaan zo gaat veranderen. Of die trillingen zo veranderen dat je weet van oh, nou staat er iets te gebeuren. Ik wil onderuit zodat het snel ingepland kan worden. Ja dan heb je een goede vogeltje gehad die jou, uh, in jouw oren heeft gefluisterd. Uh, ja dat zijn zeker zaken waar wij naar kijken. We, we doen ook trillingsanalyses op aandrijvingen. Want die veranderingen van trillingen op aandrijving zeggen dan iets over de conditie van je aandrijving. En bij dus op tijd. in Hollander is bijvoorbeeld een voorbeeld waar we dat gewoon doen. Dat uh, doen we jaarlijks. Uh, doen we meerdere malen trillingsanalyses. En het is niet, er is geen continue sensor dan in dat geval? Nee, het, uh, daar hebben het. we wel eens een keer naar gekeken. En ook wel eens wat, uh, ja, wat, uh, wat uh, pilots op bedachten. Of met leveranciers gesproken. Alleen wat ik zeg, ja, dat, dat, dat zijn best mooie verhalen. Alleen... De investeringen zijn zo groot dat die helemaal niet afwegen... op dit moment nog afwegen tegen de onderhoudskosten. Omdat we, dat is ons geluk, we hebben al best wel 40 jaar ervaring met achtbanen. Dus dat, ja, dan, dat helpt gewoon wel dat we al veel weten door ervaring. Dus als je een nieuw, een, een nieuw park bent, denk ik zeker dat je de, de investering waard is. Maar voor ons hebben we eigenlijk al best wel uh, behoorlijk grip op, het, uh, op dat stuk. En uh, heel veel mensen in huis denk ik die er verstand van hebben. Nou ja, ook dat. Ja, de ervaring die we hebben plus ja, gewoon vakmensen in dienst hebben die weten waar ze het over hebben. Dus uh, de investeringen zijn echt enorm tot wat het opbrengt. Dus omdat het nog zo in die kundeschoenen staat en misschien over tien jaar of over vijf jaar dat het helemaal anders is. Maar voor nu hebben we nog even gezegd van uh, we doen het wel op cruciale aandrijvingen, maar niet uh, ontspot uh, non-stop. Zullen jullie ook bij attractiebouwers die er misschien mee bezig zijn? Die ontwikkelingen gericht op onderhoud? Ja, ja, ja die zijn er superveel mee bezig. Dus dat zijn ook wel de gesprekken die ik, ik voer met, met, met achtbaan, achtbaanbouwers. Van ja, weet je al, ja, kunnen we die wereld elkaar naar elkaar toe brengen? Maar ja, ik zeg al, het staat nog een beetje op de kinderschoenen. Omdat het, het is geen automotive industrie, weet je wel. Het is allemaal custom made. Het is echt op, op vraag, ja. wordt er een speciaal, specifieke achtbaan ontwikkeld? Dus je merkt dat in de attractiewereld we daar nogal wat achterlopen op het gebied van... Ja, op het gebied van maintenance. Ik denk dat jullie daar ook wat ontwikkeling hebben gezien dat in nou zeker de afgelopen 20 jaar, om maar eens een tijdspannen te noemen. Zij ook veel meer rekening houden gewoon met onderhoud van hun attracties. Ja. ja, daar zien wij echt enorme verandering in. Gewoon in de materiële keuzes, maar ook in, in Sperpaas, beleid. Weet je wel, dat je je ontwerpen zo aanpast dat. Uh, dat je minder sperpaas nodig hebt. Of andere materiaalkeuzes waardoor je minder onderhoud moet doen. Of juist meer onderhoud, maar waardoor je voorkomt dat je groot onderhoud hoeft te doen. Dus ja, er is zeker een hele ontwikkeling gaande. Hè? Omdat uh, ja, er worden steeds meer uh, parken ouder. En uh, die ervaren wat uh, kostenplaats je daarop komt kijken. En bij een nulfase van een project... of misschien is dat dan de A-fase al... zijn jullie dan ook betrokken bij uh, misschien een soort selectie van zo'n leverancier... om te kijken wie dat soort dingen het best voor elkaar heeft? Is, is, speelt dat een rol bij het kiezen van een leverancier? Nee, zover uh, mengen wij ons eigen niet. Uh, omdat ik, ik bedoel, uh, mijn collega's zijn dermate uh, gespecialiseerd. Dat ook zij prima weten wat er in de markt uh, te halen is. Uh, het hangt gewoon heel erg af van wat voor soort attractie uh, je aankoopt. Uh, ik denk dat... Wat de fout vaak zit, is dat uh, mensen een, 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 een achtbaan bouwen, of je vergelijken met een, een draaimolen bouwen. Ja, dat zijn gewoon twee, hele specif twee specifieke attracties die heel erg verschillend zijn, maar ook in prestatie-wise, weet je wel. Andere materialisatie, maar ook een heel ander kostenplaatje. Dus um, ik denk dat het, de les eerst is dat, dat niet alles is een A-locatie, dus ook niet alles is een A-fabrikant. Hey, dan gaan we aan het eind van deze aflevering even terugkijken op jouw twintig jaar bij de Efteling, Hein. Uh, op welke onderhoudsprojecten ben je eigenlijk het meest trots? Nou, het meest trots denk ik wel op het Sprookjesbos, waar we nu al een aantal jaren bezig zijn. Dat is wel een van de redenen waarom ik ooit bij de Efteling wilde werken. Omdat je ja, echt met een, met een eenvoudige techniek enorme verwonderingen kunt doen. Toen ik heel jong was, werd ik al verwonderd door die sprookjes. En ik ben super trots op het projectenteam ook, uh, wat ze daar aan het realiseren zijn. Uh, we hebben een aantal nieuwbouwen al gehad en het ziet er echt, echt net uit als, uh, als toen. Plus dat het nog zelfs wat mooier is. Plus dat we enorme verbeteringen bijvoorbeeld met het uh, dorp hebben. Dat het ook de toegankelijkheid verbetert. Dus het is en, en hè. Dus we hebben n terug naar de tekening van vroeger. Plus dat we het aansluiten bij de, bij de wens van deze dag. Heb je ook nog een hoogtepunt in je carrière bij de in het algemeen? Um, ja, superveel, denk ik. Uh, het is een heel dynamisch en energiek bedrijf uh, uh, met een hoop turbulentie. Maar wat, wat, wat mij als hoogtepunt altijd blijft, is gewoon wanneer we gas kunnen betoveren naar een mooie onderhoudsklus, Weet je wel. Dus als we. Echt iets, uh, iets groots aangepakt hebben. Of het nou een entreegebouw is, of in het Spokesbos. of we gaan uh, voor mij dan de attractie waar ik verantwoordelijk voor ben. Uh, het is gewoon super gaaf om te zien als we weer open zijn. dat er mensen uitkomen die super blij zijn. Ja, dan, daar kom ik mijn, mijn bed over uit. Zit, zit het ook wel eens tegen? Heb je ook wel wat, wat tegenvallers waar je dan meteen aan denkt? Zeker als wij, uh, ik zeg ook waar wij werken, uh, of waar ik werk, maakt mijn fouten. Uh, ja, dus dan uh, ongeplande stilstanden of lange stilstanden van attracties. Uh, we hebben ooit al eens een keer de een jaar stil gehad, weet je wel, dat zijn wel heftige. Uh, dus ja, de dieptepunten zeker. Uh, soms heb je een plan, uh, we moeten het zo doen en dan blijkt het niet te werken en uh, valt, een, uh, valt een est uh, stil of is je niet beschikbaar. Ja. Maar het niet dat er echt iets bij. Het is niet dat het blijft hangen, dat, het, uh, dat ik een slapeloze nacht van heb. Ik gaf net aan dat je het mooi vindt als een gast verwonderd is na een onderhoudsklus. Maar ben je zelf wel eens verwonderd door een onderhoudsklus? dat je iets tegenkwam? Dat je denkt van, oh, dat, dat, dat is toch wel bijzonder dat we daar hebben ontdekt. Uh, dat is een goede vraag. Uh, ja, ik, nou ja, ik verwonder me sowieso. Kijk, ik ben van origine ben ik een uh, uh, Heb ik een werktabekundige techniebedrijfskundige achtergrond. Uh, dus wat ik heel tof vind, is dat uh, mijn collega's van uh, zowel de E of uh, uh, van de afdeling groen of bouw, uh, ja, mij ook iets leren over een vakgebied wat ik niet kende. Hè. Dus, uh, we hadden het al eerder gehad over, over Mario, maar bijvoorbeeld ook over Hanneke van de Bouw. Ja, ik, die, hebben, die leren mij nog dagelijks zaken die ik niet kende. Dus, dus ik heb de wereld van de Efteling daardoor ook wel door een andere bril leren kijken. En ook wel eens een, een techniekje wat ergens... Uh... ...achter naar voren kwam uit de tijd van Peter Reiners... ...dat je dacht van, och vrek, zit daar zo op elkaar? Ja, dat sowieso. Ik, wat ik zelf misschien een verwondering was... was ...toen ik de eerste keer onderuit deed aan de, de vaak uh, ja, ja, hoe simpel het kan zijn, maar hoe effectief gewoon. Dus dat vind ik soms wel eens jammer. Ik ben, ben echt wel voor ontwikkeling van techniek. Maar oh, die oude eenvoud die kan soms zo verwonderend zijn. Er zijn er nog toffe anekdotes die je misschien met ons kunt en wilt delen? Poeh. Ja, dat is een goede vraag. Nou, ik heb niet echt een hele leuke anekdote. Ja, als ik daaraan begin, dan denk ik dat we volgend jaar met Kersti nog zitten. Het um... kan allemaal hoor. Ja, hoeveel, hoeveel tijd staat er nog op de teller van de recorder, Paul? Wie levert hier allemaal eten? Hè? Ja. Nou ja, wat ik zei, het blijft een, een heel dynamisch, een dynamisch bedrijf. Dus, dus, dus ik werk in een heel tof team. Dat moet ik sowieso zeggen. Waar je gewoon heel erg veel mee meemaakt. Uh, er zitten veel uitdagingen, maar ja, er wordt ook gewoon heel veel gelachen. En ik denk dat dit, dit bedrijf met, met de verschillende collega's, verschillende disciplines en gewoon de lol die je met elkaar kunt hebben. Dus zeg, we nemen ons werk al serieus, maar voor, ja, vooral ik neem mezelf niet te serieus. Want dat heeft gewoon geen zin. Je moet wel plezier blijven houden in wat je doet. Uh, en dat maakt het, denk ik, het bedrijf ook mooi. Dus ja, er zijn zat uh, mooie momenten die ik hier meegemaakt heb van mensen die nat werden totdat tot, ik zelf ooit, nou goed, één anekdote, dat ik net een twee maanden hier werkte en ik voor het eerst bij de Indische Waterlilies uh, onderhoud mocht doen bij de Elfjes. Dus ik sprong vol uh, plezier met mijn, uh, mijn uh, droogpak uh, het water in. En uh, ik was nog geen meter het water in of ik uh, zat midden in de vrieskou uh, in mijn onderbroek bij de kachel omdat het uh, pak lek was. <laughs> Want ik had uh, niet gecheckt dat die lek was. Maar ik was zo enthousiast dat ik daar aan de gang mocht. Dus ja, weet je wel. Uh, en daar begon het nog maar mee. En daarna hebben we nou, ik kan er een boek van schrijven, denk ik, van alle, <laughs> alle dingen die ik meegemaakt heb. En dan gaan we weer op een wat meer serieuze tour. Wat zijn nou de belangrijkste lessen die je de afgelopen twintig jaar geleerd hebt? Dat je fouten moet maken om ervan te leren, maar dat je er wel eerlijk en open over moet zijn. Ik denk dat dat mij het meest gebracht heeft. Ben gewoon uh, eerlijk als het fout gaat. En doe zaken met passie, weet je wel. Dus doe het goed of doe het niet. Weet je wel, als je er geen lol aan beleeft of. Uh, of of ja, je bent er eigenlijk niet echt in geïnteresseerd. Ga iets anders doen. Want uh, de, de, ja, het werkleven duurt veel te lang om, uh, om de aantal kerstbomen af te gaan moeten tellen voordat je met pensioen moet. Een kerstbomen aftellen is best een opgave in de Efteling, met de Efteling. <laughs> ja, zeker weten. <laughs> je hebt uh, tijdens het interview al een hoop uh, collega's genoemd. Wat zijn nou echt belangrijke collega's die we niet mogen vergeten? En ik weet dat deze heel lastig is, omdat je mogelijk altijd mensen vergeet. Maar... Ja, dat wil ik zeggen. Ik had, ik had hem zelf voor mij voorbereid. Ja, Ik vind namen noemen. Ik heb er een aantal genoemd. Maar eh, sowieso een aantal oud-collega's waar ik mee gewerkt heb. Hè. Dus die uh, waar je met planning en beheer mee gestart bent. Want ik ben een van de laatste Mowikanen die bij de begin, tot standkoming van die afdeling eh, is, uh, is geweest. Dus die vooral. Hè. Uh, maar ook gewoon, gewoon de mensen waar je mee samenwerkt. Weet je? Dus echt namen noemen zou ik mensen echt te kort doen. Maar ik vind het vooral leuk om met mensen samen te werken. Of het nou met de afdeling communicatie is, of met ontwerp, met projecten, engineering. Gewoon het met elkaar doen. En met passie. En, uh, en, ja, en voor eeuwigheid. Of als, hè, zover het kan. Hè. Dat, dat de Efteling in ieder geval, als, we weg, als ik in ieder geval stop met werken. Of, uh, of weg moet, of wegga, uh, Dat ik een mooiere wereld achterlaat als dat ik uh, hier uh, heb, heb ontdekt. Ik snap, ik snap dat het een moeilijke vraag was. Maar ik ben dan wel benieuwd. Wie, wie zijn dan de uh, uh, founding fathers van die uh, afdeling planning en beheer? Dan zetten we ze toch even in het zonnetje. Nou, waar ik bijvoorbeeld... Uh, die weg is bijvoorbeeld... Michiel de Rooijen is ooit SML geweest. Daar heb ik enorm veel van geleerd. Maar ook Frank Poels. Misschien jullie wel bekend. Die nog als uitvoerder uh, werkt. Uh, ja, daar, daar zijn we echt wel uh, mee begonnen. En ook als betingsengineer Jeroen Verschuren... Uh, ja, is een paar jaar bij ons geweest. Mensen die... Ja, waar we mee begonnen. Weet je wel, waar je... Ja, een beetje het, het, het roer eh, om bent gaan gooien... en gaan bent gaan ontdekken, besnuffelen van... Ja, hoe doen we dat onderhoud nou? Of hoe zouden we het anders kunnen doen? Want we deden het al 40 jaar plus... maar we wilden het vooral veel meer beheersbaar doen... en hoe gaan we dat dan doen met elkaar? Dus dat was superleuk. Nog één vraag voordat we doorgaan naar de uitsmijters. Hoe, is het, eh, hoe heeft het kunnen ontstaan dat Sinterklaas... op het sint plaats, het beeldje daar... dat die is verdwenen volgens mij op de dag dat Sinterklaas aankwam in Nederland... en ook niet terug is gekomen voordat de Sinterklaasperiode is afgelopen... Ja, Sinterklaas heeft het druk hè, in, uh, in Nederland, dus uh, hij, hij kon niet in de Efteling. Oh, is dus de dat ja, ja, is eigenlijk super logisch. Ja, dus, ja dus, uh, wij vonden dat ook heel spijtig. Uh, we hebben het er wel langer met hem over gehad, maar hij uh, ja, was helaas te druk. Hij was niet te strikken voor een paar weken Efteling. Extra. Nee, helaas, hm. maar uh, hij komt terug, heeft hij beloofd. Oké, okay, top. Strak in de lak. Ja, waarschijnlijk wel. Ik hoop het wel. Hm. Ja, dan gaan we door naar de uitsmijters. Uh, dan kunnen we de meeste vragen, dus de eerste twee, die kunnen we op twee manieren stellen. Wat is uh, jouw mooiste plekje in de Efteling? Ja, voor mij het Spokenbos Dat is, uh, staat ver bovenaan. Wat is jouw favoriete plek in Efteling uh, wat vakgebied betreft? Dus waar je de beste herinneringen hebt qua onderhoud en meer. Oh. <laughs> <laughs> nou ja, ik, ik, toen ik begon als monteur ben ik uiteindelijk heb ik ook maar een paar jaar bezig gehad met animatronics. Dus dat... Uh, daar uh, gaat mijn hart nog steeds wel sneller van kloppen. Dus uh, ook toen de komst uh, met, met een bron of zo. Ja, dan, uh, dan daar vind ik wel echt uh, heel interessant. En, en wat is dan de mooiste animatronic in de Efteling wat jou betreft? Uh, ja, ik denk dan nog steeds wel de Trollenkoning. Ja, kan goed, ik winnen. Ja? Ja. 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 Heb je ook een favoriete attractie in de Efteling? Gewoon als... Bezoeker, al als bezoeker. Ja, ik vind, uh, ik blijf Villa Volta uh, een uitzondering zijn. En uh, wat ik daarvan, uh, dat zit hem ook al in de soundtrack, hè. de muziek die je in vervoering, de, de storytelling, maar vooral. Ik vind de eenvoud van de techniek eigenlijk met het effect voor als gast. Dat is echt bizar. Uh, het was zo'n attractie waarvan ik wel heel even dacht, oh, ik vind het echt jammer dat ik weet hoe die werkt. Uh, want dat breekt wel af van je beleving en daardoor houden we dat graag ook geheim. Maar ja, het blijft gewoon een fantastische, uh, fantastische attractie en uh, favoriete uh, attractie qua onderhoud om eraan te plegen <laughs> voor, voor te plannen, laten we daar misschien op houden. Ja, dat, dat, dat verschilt heel erg. Maar ik vind vooral onze dark rides, waarin je een balans hebt tussen techniek en, maar en show, dat, dat vind ik altijd wel uh, fascinerend. Uh, uh, om te doen. Um, en, en, uh, nou goed, de, de, en als we het echt groots aanpakken. Dus dat je, dus de laatste droomvluchtklus weet je wel, dat is wel echt zo'n onderhoudsproject. Maar ook, ook wel nu wel met de Piranha dat je denkt van of we Joris en draak, dat is zo groot. Dus daar zitten heel veel spannende elementen in. van Gaat het allemaal goed? En zijn we weer op tijd open en uh, ziet er allemaal spannend uit. Waar je wel denkt van oh ja, dat is wel waarom ik uh, ja, zo uh, mijn passie mijn vak uh, kan uitoefenen dat, uh, door echt het verschil te maken en mooie objecten en een hoop Zeker. Zie, zie je jezelf eigenlijk naast de Efteling-medewerker ook als Efteling-liefhebber? Uh, ik denk uiteindelijk wel, want anders uh, hou je het geen twintig jaar vol <laughs> ja. bij de Efteling. Uh, dat kreeg ik ook al. <laughs> ja, nee, ja, zeker. Uh, uh, je moet, we uh, wat ik al zei, uh, Ik heb passie voor, uh, voor onderhoud en voor techniek. Uh, ik heb passie voor de Efteling en ja, goed dat ik dat dan samen kan brengen in je werk. Ja, dat uh, dat maakt het wel heel bijzonder. Zou je jezelf ook beschouwen als liefhebber van pret- en themaparken naast de Efteling? Um, um, jee, wat ik, ik ga zeker wel naar pret- en themaparken. Maar niet zoveel als, als dat sommige van onze fans of collega's doen. Maar ik, ik vind het ook vooral in combinatie met werk gerelateerd. Hè. Dus als ik op vakantie ga, pak ik altijd wel een park mee om daar iets van te leren. Dat is afgelopen jaar wel bij Tivoli geweest. Dus het heeft wel een uitzonderlijk park. Zeker gezien de leeftijd en dat je in een achtbaan zit die 100 jaar plus oud is. Ja, dat, dat wilde ik toch wel even meemaken. Ben jij ook fan van de rutsjebanen, ja? Okay. <laughs> ja, het is een, uh, ja, gewoon dat er iemand mee rijdt en dat het zo oud is. En dat het eigenlijk gewoon nog steeds qua ritbeleving echt uh, nog uh, up en running is. Ja, daar kan ik wel, uh, daar word ik als onderhoudsman wel enthousiast van, ja. Stiekem wil je ook gewoon een keer als remman mee rijden, Ja, inderdaad. <laughs> <laughs> Heb je van al die parken die je hebt gezien naast Essling nog een favorietje? Ja, wat ik zelf een heel mooi park blijf vinden... maar er zijn veel mensen denk ik Europa-park gewoon... omdat die, die komt best wel dicht in de buurt van de Efflingen. Veel natuur en, uh, in combinatie met gewoon uh, veel, uh, veel vertier. En natuurlijk gewoon een lekker Duits beach op z'n tijd. Dus dat, is, dat is zeer, uh, zeer, uh, uh, zeer verfrissend, <laughs> zou ik zo zeggen. Uh, ja, ik vind vooral... Wat ik, wat ik, wat ik, waar ik het vooral leuk vind... is daar waar uh, mensen met passie werken. Dus dat merk je heel snel... Uh, dus ook, uh, uh, ik ben één keer inderdaad in Orlando geweest. Dat verschil Disney Park met Parijs, dan, dan zou ik zeggen, ga vooral naar Orlando. Uh, want daar zie je, ik heb nog nooit zoveel blije mensen <laughs> gezien op een vierkante meter. Uh, maar goed, uh, ja, wel gaaf, want dan wil wel zeggen, als, die, als je zo blij wordt van je werk, ja, dat, dat, dat draag je over aan, je, aan de bezoeker. Hey, uh, heb je eigenlijk uh, ook uh, favoriete attracties uh, in andere parken dan de Efsting, waarvan je zegt die sprongen er voor mij echt uh, bovenuit? Ja, dan zit ik wel aan de achtbaan te denken, maar dan zou ik eh, wel een beetje denken aan een Taron of de, de Manta of uh, Dueling Dragons. Uh, nou, ja, zo zijn er wel wat achtbanen die wel, uh, waar ik wel uitstapte dat ik denk: van hmm, ja. daar gaan we <laughs> nog wel een keertje doen. Ja. Hey, en, en tot slot heb je eigenlijk nog, uh, nog tips voor ons voor uh, kleine boodschap als podcast en dan natuurlijk met name ons onderhuisblokje? Nou ja, ik zou zeggen, hoe meer uh, sympathisanten van het onderhoud er zijn, hoe des te beter, denk ik. Uh, er is, uh, ik, ik geloof dat uh, onderhoud uh, zeker een heel interessant uh, onder, onderwerp is om uh, te bekijken. Zeker ook in de wereld van de Efteling. Dus uh, ja, mijn tip is, uh, besteed daar inderdaad uh, aandacht aan. Uh, maar vooral inderdaad, Tim, hou je bij mensen uh, die het vak bedrijven. Ja. <laughs> en het is ook goed voor de verkoop van het lokale kruidlikeurtje natuurlijk. Ja. Hey Heine, we zijn er gewoon doorheen. Het is ongekend. Het is een mooie aflevering van mooie lengte geworden. We willen jou vooral hartelijk bedanken voor de tijd die je ons hebt gegeven, aan onze luisteraars. Ja, graag gedaan. En ook jullie bedankt dat jullie geïnteresseerd waren in het onderhoud. Eindelijk uh, iemand die er echt verstand van heeft. <laughs> ja. nou, op zich valt er nog wel mee. Maar het, als, als team denk ik dat we, het, dat we goed op weg zijn. Ja. We hadden ook een potloodplanning en bij het onderhoud stond nu een potloodvinkje, maar daar kunnen we nu wel gewoon een inktvinkje van maken, denk ik, in het groen. Zeker. We hebben, denk ik, met z'n allen veel geleerd over onderhoud in de Efteling. En uh, daar was het ons toch om te doen uh, vandaag. Zeker. En als mensen online meer van jou willen weten, waar kunnen ze dan het beste terecht? Ja, ik denk via het LinkedIn uh, dat het, uh, maar volgens mij als shownote uh, zal die wel in de aflevering te zien zijn. Uiteraard, die gaan wij zeker opnemen. Als mensen uh, ons nog uh, vragen willen stellen of ze willen toch meer weten over onderhoud, ze durven meer jou te stellen, ja. <laughs> dan uh, kan dat via veel social media kanalen. Als je naar kleineboodschap.com/volgen gaat, dan vind je die allemaal mooi op een rijtje. Als je dan toch op de website bent, dan vind je daar ook ons contactformulier en uh, mailen kan natuurlijk ook. En dat doe je aan info@kleineboodschap.com. En je luistert Kleine Boodschap natuurlijk in je favoriete podcast-app of Spotify. Eh, luister je ons daar nou, zorg dan dat je je abonneert. En we vinden het ook altijd leuk als je een rating of een review achterlaat. Bijvoorbeeld bij Apple Podcasts of bij Spotify. En verder kan je ons ook natuurlijk gewoon luisteren op de website. Dat is kleineboodschap.com. En dan vind je bij de aflevering ook alle relevante show notes. Ja, we weten dat er heel veel mensen zijn, zeker in Nederland, die echt wel iets met onderhoud hebben. Nou, als er ooit een aflevering was om die mensen te tippen, dan is het wel deze. De andere mensen vertellen over kleine boodschappen, helpt natuurlijk ook altijd bij het populair maken van de podcast. Ja, en meer uh, niche dan dit uh, kunnen we, denk ik, niet worden. Dus uh... nou, daar kunnen wij wel, denk ik. <laughs> <Okay>. wel. <laughs> dat gaat nog wel leuk een keer. Hé, hey, nogmaals dank. Graag gedaan. En uh, luisteraars, dat was weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En houdoe. Hou door. Hou we.